Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook iedereen die op een andere plaats deze enquête volgt. En ik vraag de griffier de getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer Smulders. Dank u. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat ik met het verhoor begin. Ik vraag u met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Wilt u met mij gaan staan? Zou u mij willen nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Neemt u plaats. Zit u goed? Prima. Meneer Smulders, u was van 2001 tot 2004 senior inkoper bij NS Reizigers. In deze functie hield u zich bezig met materieel bestellingen. Aanbestedingen is vaak de procedure waarin dat verloopt. In dit verhoor hebben wij diverse vragen voor u over de inrichting en over het verloop van die aanbesteding van het rollend materieel, zoals dat zo mooi heet in de treinenwereld. Rollend materieel, dus de treinen voor de HSL Zuid. U had een leidende rol in het aankoopteam en was het aanspreekpunt voor de biedende treinenfabrikanten. Dat is de inhoud, zijn de onderwerpen waar wij vandaag met u over van gedachten willen wisselen en waar wij u in dit verhoor vragen over zullen stellen. Toen HSA was opgericht, moest er dus rollend materieel worden aangeschaft. Dat rollende materieel is aangeschaft door NSFSC, dochtermaatschappij van de NS, gepositioneerd, gevestigd in Ierland. NSFSC en NMBS samen organiseerden die aanbestedingsprocedure. Kunt u uitleggen aan de commissie hoe het kan dat aan de ene kant HSA de treinen moest gaan gebruiken, maar dat die werden gekocht door NSFSC in samenwerking met de Belgische spoorwegen? Ja, wat we hebben gepubliceerd is dat NSFSC de kopende partij zou zijn, dus uiteindelijk de partij die het contract zou afsluiten voor een vervoerder, namelijk HSA. En dat is zo afgesproken. Dat is de constructie die is gekozen? Ja. Maar waarom kocht HSA dan niet zelf de trein? Omdat in dat geval besloten was dat NSFSC de kopende partij zou zijn. En waarom? Dus ook omdat dat binnen NS de afspraak was dat het op die manier ging gebeuren. Maar daar zit er een beweegreden achter, een logica achter? Waarom dat zo wordt gedaan? Omdat op dat moment NSFSC de kopende partij was in de zin van wij kopen die treinen namens NS. Dat was beleid binnen NS en daarmee ook de kopende partij. Wat zijn daar de voor- en nadelen van om het zo te doen? Ja, er zijn voor- en nadelen in de zin van de financiële voordelen. En daarnaast ook de kennis en de kunde die NSFSC ook zelf had als kopende partij. De ervaringen die ze daarmee hadden. Oké. Uiteindelijk is er voor de treinen een bestek samengesteld. Klopt. Hoe is het bestek voor de VIRA tot stand gekomen? Dat misschien even goed om dat toe te lichten is dat, zoals u al zei, het was een samenwerking tussen NMBS en NSFSC, schrap HSA. Dus er is een team opgericht onder leiding van een projectmanager. En binnen dat team, waar ik dan ook deel van uitmaakte vanuit de inkoop, was er ook een technisch team. En vanuit het opstellen van het bestek had je een technisch bestek en een commercieel bestek. Het technische bestek werd samengesteld door de technische projectleiders van zowel de NMBS als van NS. Nou, en het commerciële, zeg maar de commerciële condities, dat was vanuit mijzelf, inkoopafdeling en de aankoopafdeling van de NMBS. En alles bij elkaar leidt dat tot een compleet bestek, wat je dan op de markt zet.
als zijnde daar moet worden op aangeboden. Was dat nou een dik boek? Dat is heel lastig te zeggen. Wat is dik? Het was een normaal bestek in omvang voor zeg maar, partijen zoals NS en NMBS. Op de markt zie je er allerlei verschillende varianten in. Maar in die zin was het een vrij normaal bestek. U zegt er waren commerciële eisen. Klopt. Er waren ook eisen in technische zin. Er waren eisen die voortvloeiden uit de concessieovereenkomst. Welke eisen waren dat? Nou, er waren een aantal eisen die vanuit de staat richting NS vanuit de concessie werden gesteld. Dat waren met name eisen van aan het materieel. Dat waren technische eisen, eisen die nog niet... Noemt u er eens een paar? Waar moeten mensen aan denken? Prima, botsveiligheid, brandveiligheid, ERTMS, hotbox detectie. Heeft te maken met stabiliteit van de trein op het spoor. Allerlei eisen die op dat moment nog niet op de markt in die zin verkrijgen waren. Dus allemaal nieuwe eisen die de staat NS oplegde. Oké, dus in de concessie ook de snelheden zaten daarin. 93 minuten. Er was een rijtijdspecificatie in ons bestek opgenomen van 93 minuten. Ja. En er waren dus eisen ERTMS. Klopt. Waar heeft dat mee te maken? Even voor het uiteraard. Het beveiligingssysteem op het spoor. Met ERTMS kun je dichter op elkaar rijden in het systeem. Dan krijg je een soort signalering als het ware van treinen die in de buurt zijn. En dat maakt het spoor veilig, zeg maar. Je moet helemaal bij ERTMS denken aan veiligheidssystemen. Ja. Dat er signaleringen afgaan of misschien Klopt. Zelfs gereageerd wordt als er een onveilige situatie Klopt. Dreigt. Ja. Oké. En dan hebben we nog andere eisen. U noemde ze al, brandveiligheid zijn specifieke eisen. Ja. Zijwindgevoeligheid, wat is Klopt. Dat precies? Een van de dingen is dat over de HSL we een van de hoogste brugjes hebben voor wat betreft het spoor. En het is wel erg belangrijk dat als de trein over het spoor en het waait heel hard, dat die in staat is om met die windsnelheden die er dan eventueel zijn, dat die ook daadwerkelijk blijft doorrijden op zijn snelheid en dat er geen ongelukken gebeuren. Dus vooral de stabiliteit van de trein, zeg maar, op het spoor, als er zijwind. En dan hebben we daarnaast nog een pakket, de TSI's. Klopt. Waar staat dat voor, TSI? Dat zijn Technical Specifications of Interoperability. Dat zijn, mooi zeg maar, Nederlands. Ja, heel mooi. Nou, laat ik het zo voor u uitleggen. Is dat men probeert in Europa gelijke specificaties op te stellen die voor alle partijen dan gelden. Zodat er ook treinen zeg maar, op allerlei verschillende landen gewoon kunnen rijden. Omdat ieder land nog zijn specifieke eisen heeft. Men probeert dat interoperabel te maken zodat het voor meerdere landen toepasbaar is. En dat zijn ook allerlei detecties, hè? Ontsporingsdetecties. Dat zijn heel veel eisen inderdaad die men probeert allemaal... geclusterd als één eis te maken voor alle landen tezamen. Nou, hebben wij het goed begrepen dat die TSI's op zich voor hoge snelheidstreinen gelden? En dat je bij een trein van 220 niet direct zou denken aan die eisen, maar dat die wel in afspraak zouden moeten gelden? Ja, TSI's gelden voor niet alleen hoge snelheidstreinen, maar voor allerlei typen treinen. Alleen daar zit gradaties in. En in die zin, voor een hoge snelheidstrein inderdaad gelden ook TSI-eisen, maar die waren vanuit de concessie eigenlijk al gewoon door de overheid aan NS opgelegd. Is het nou een bijzonder pakket? Want we hebben dus eisen vanuit de concessie, voor een deel ERTMS. Er zijn nog aanvullende eisen vanuit de ERTMS. Daarnaast zijn die TSI's die nog geldig zijn. Het is een totaalpakket waarvan eigenlijk op het moment dat de trein zou worden gekocht, de ERTMS-eisen nog niet vastgesteld waren. Welk type? De TSI's zouden ook pas in mei 2002 worden gepubliceerd, waar een aantal eisen rondom zaten die nog niet waren ontwikkeld überhaupt in de industrie. Maakte dat totaalpakket van eisen nou dat u zich enigermate zorgen maakte? Er zaten een aantal onbekendheden in, waarvan het dan niet duidelijk werd was hoe dat zich uiteindelijk uitpakte. Het was dus ook nieuw. Er was dus ook geen materieel. Wat we graag de term toonbank bezigen. Wat toonbank was, waardoor je dat maar zomaar kon kopen. Mede toch vooral vanwege deze eisen die nieuw waren. En er bestond geen enkele trein die aan die eisen op dat moment kon voldoen. Maakte dat de aankoop van zo'n trein nou complex? Het aankoopproces aan zich niet. Alleen hoe kun je nou die trein uiteindelijk aan al die eisen, hoe gaat dat voldoen? En wat zullen de effecten zijn in de aanloop van het proces tot koop? Werd er nou binnen NS Reizigers ook echt gesproken over
de mogelijke zwaarte en de complexiteit van de eis. Want we hebben natuurlijk een behoorlijk dossier, ook vanuit NS Reizigers. En daar vallen ons wel een aantal zaken op, die binnen NS Reizigers over de trein werden gezegd. Kunt u daar wat kleuring aan geven? Misschien kunt u eerst duiden wat er werd gezegd, dan kan ik daar kleuring aan geven. Ik vind het altijd fijn als de getuige de dingen kan zeggen, maar als u mij vraagt ze voor te houden, kan ik dat doen. In september 1999 schrijft NS Reizigers dat de opgelegde eisen aan het materieel voor de HSL Zuid fnuikend werken op de bedrijfszekerheid van het materieel en een risico vormen voor de geplande indienststelling van het materieel en daarmee voor de hele HSL Zuid. En de gehanteerde maximumsnelheid was niet gangbaar. En dan schrijven ze wat wij net al even met elkaar wisselden, die TSI zouden nog pas later gepubliceerd zijn en die eisen waren nog helemaal niet bekend in de industrie. Ja. Dat klinkt wel als, dit wordt een pittige klus, misschien zelfs een beetje te complex als we kijken naar de tempo waarin alles moet worden afgewerkt. Ja. De zorg, zoals ik hem eerder uit, die wordt dan ook daar in die zin zo bevestigd. Ook vanuit de industrie zelf kregen wij ook die signalen dat de onbekendheden in de specificatie en de nieuwe specs die er lagen, dat tot zorgen leidde ook bij de industrie. Dus in die zin herken ik de zorg die er was. Ja. Dus u had wel zorgen, complex, ja. Niet te complex, gelet op het tempo waarin alles klaar moest zijn en wanneer de treinen zouden moeten gaan rijden? Het zou in die zin een uitdaging zijn, omdat er een aantal onbekende elementen waren, zoals ook bijvoorbeeld wanneer ERTMS nou daadwerkelijk in de baan zou zitten, wanneer nou daadwerkelijk bekend zou zijn, wanneer welke versie ERTMS nodig was. Dus daar zaten een aantal zaken in die onbekend waren en daar zat ook de zorg met alles bij elkaar. Ja. Helder, dank u wel. En wist u op het moment dat het contract werd getekend dat in 2007 de trein echt zou moeten gaan rijden? Eigenlijk in eerste instantie zelfs is nog idealiter gedacht 2006 misschien al wat, maar goed 2007. En dat de contracten zouden worden getekend in 2004. Had u daar rekening mee gehouden met dat tijdsframe? Wij hadden eerst een wat strakker tijdsframe in de planning. En je zag dat gaandeweg het proces, bijvoorbeeld het aantal treinstellen wat wij op 1 april wilden hebben, dat steeds minder werd. En dat we ook gezien een aantal keuzes konden maken die het wellicht nog steeds mogelijk maakten. Omdat je kunt treinen gekoppeld rijden. Je kunt ook accepteren dat een trein nog niet gekoppeld kan rijden, maar wel daarmee je dienstregeling kunt doen. Dus zo gaandeweg waren er een aantal concessies gedaan in die zin om uiteindelijk toch een aantal treinen te hebben per 1 april 2007. Oké, want de oorspronkelijke gedachte was inderdaad, we gaan uit van bestaand materieel, maar gelet op het totaal aantal eisen kon dat eigenlijk niet, want het was nog niet ontwikkeld. In april 2007 zou men moeten gaan rijden, maar eigenlijk gaf u al een beetje aan bestaand materieel met die tijdspannen. Nou, er bestond geen bestaand materieel wat aan die eisen voldeed. Hè. Dat was dus nogmaals vanuit wat de staat ons oplegde aan eisen aan het materieel. Bestond dat niet. Je probeert vanuit toonbank, dat is het ideale plaatje, zo dicht mogelijk daarbij te blijven met bestaande technologieën. Ja, en zo met die combinatie, zoals we het net bespraken. Maar dan toch even naar die tijd kijkend. Ja. U geeft helder aan, zeker binnen NS Reizigers was er echt een grote zorg over al die eisen waar het aan moest voldoen. Er was een bepaald budget, bouwperiode van 3 jaar voor al die eisen. Is dat nou eigenlijk in treinenland een op voorhand uitvoerbare opdracht? Dat was op dat moment toch lastig, omdat we niet wisten wat voor onbekendheden en wat het uiteindelijk teweeg brengt. We hebben een soort met van vuistregel dat je 1,5 jaar doet over een aanbesteding en dan zo'n beetje 3 jaar met bouwen. Nou, dat zou allemaal net passen, krap. Niet weten wat de effecten van die onbekendheden zijn. Dus ja, dat ging ook heel erg af met wat daar in de tijd allemaal nog zou gebeuren, wanneer de baan nou echt klaar was. Dus in die zin, die zorg was er gewoon op dat moment, wetende dat dat allemaal nog speelde. Heeft u de markt verkend om te kijken of dat reëel was? We hebben de markt verkend. We hebben een marktstudie gedaan eerder in dat traject al. En wij hebben, en uiteindelijk bleek in de aanbiedingen die we kregen natuurlijk ook terug wat daar in levertermijnen waren. Dus in die zin, ja. Dan kijk ik nog even naar de planning, want u geeft dat zelf aan. Op wat voor een tempo gereden zou moeten worden en hoeveel treinen dan al geleverd zouden kunnen worden. De eerste treinen zouden geleverd moeten worden eigenlijk al in maart 2007.
En de eerste zes zouden echt geleverd moeten zijn op 1 april 2007. Maar als wij de sommen maken, zou dat betekenen dat er helemaal geen proefbedrijf kan worden uitgevoerd. Terwijl er wel gestart wordt met het vervoer. En dat daarnaast eigenlijk de dienstregeling naar Brussel misschien net zou kunnen worden gereden. Maar eigenlijk alle andere diensten die ook zouden moeten worden gereden, niet waargemaakt zouden kunnen worden. Hebben wij dat dan goed begrepen? Ja, daar waren we, vanuit mijn rol was dat niet wat ik, mijn opdracht was om treinen te kopen die pasten met dat leverschema. Wat precies wel of niet mogelijk was bij HSA, dat zult u aan HSA moeten vragen. Dat beeld heb ik niet. Dat is niet. Wij hebben op een gegeven moment een leverschema afgesproken. Wat bekend was, ook bij HSA. En op basis daarvan hebben zij hun dienstregeling gemaakt. Mij staat niet bij hoe dat exact zat in de dienstregeling die HSA ging rijden. Maar als er een trein dan klaar is, mm-hmm. was het voor u dan zo, als ik een trein moet leveren die klaar is op 1 april 2007, dan ga ik proberen om op 1 april 2007 geleverd te krijgen. Maar dat dan betekent dat die eigenlijk niet kan worden ingezet nog, dat is niet meegewogen in het hele proces van aankoop. Uiteraard, ik bedoel, in want die een proefbedrijf zin, moet nog gedaan worden. Tuurlijk, uiteindelijk moet je ook een trein die geleverd wordt, die wil je ook een proefbedrijf doen. In principe is het natuurlijk zo dat de leverancier een trein aflevert die doet wat hij moet doen. Praktijk is weer barstiger, zoals we met z'n allen weten. Dus je probeert daar vanuit een proefbedrijf uiteraard te zorgen dat die trein straks echt doet wat hij moet doen. En daar was na weinig tot geen. Dus die trein had eigenlijk vanaf het begin goed moeten zijn. Nou, de praktijk maakt dat lastig is. Dus dat was daar inderdaad een soort met van zoeken of dat wel of niet haalbaar was. Maar dan zegt u eigenlijk in het eerste deel, we hadden veel eisen, complexe eisen in zichzelf al. Een aantal eisen waarvan we eigenlijk nog niet eens wisten hoe ze eruit zouden zien. Iets later is eigenlijk getekend, dus de tijdsdruk werd groter. En u wist op een moment ook dat op het moment dat die treinen geleverd zouden worden, dat ze eigenlijk direct full swing de diensten in moesten. Want dan zou de levering zijn op het moment dat de baan openging en dat er gereden moest worden. Dus ook in die tijdsdruk zat nog eens een keer die extra complicatie dat een proefbedrijf eigenlijk niet meer in uw beleving een rol speelde. Die lastig was een goed proefbedrijf te doen om zeg maar wat in treinenwereld toch, hoe raar misschien ook gebruikelijk is, dat er wat problemen kunnen ontstaan, zeker in het begin. Dat lastig was om daar dan, dat dan niet te hebben, als het ware. Is zoveel lastig eigenlijk samen niet gewoon te complex? Nee, want het is niet in dit specifieke geval voor HSL, als u dat bedoelt. Okay. We kennen nu eenmaal in treinenwereld, we noemen dat een badkromme, een kuipkromme. Dus dat je ziet dat het aantal fouten wat in een trein zit als je in de dienst, dat je dat accepteert en dat het steeds minder wordt gaandeweg de tijd. Dat is normaal, niet specifiek voor hoogsnelheidsmaterieel. Dat hebben we ook in sprintermaterieel of een ander materieel. Maar de treinen, zodra die zouden worden geleverd, zouden ze direct full swing in de dienst moeten, want dat was de afspraak. Dat was niet aan. Had u dat curvetje nog niet af kunnen lopen? Ja, maar dat was dus aan HSA om dat te bepalen en hoe hun dienstregeling. Daar ging ik zelf niet over. Okay. Mevrouw Vos. Nog even over die vraag of je nou wel of niet toonbankmateriaal kon kopen. Kon je dan wel met die eisen materiaal kopen dat 300 km per uur kon? Dat kon ook niet. Want 220 was toen niet echt gangbare snelheid. Maar gezien de eisen was het ook niet mogelijk om dat gelijk van de plank. Er was geen materiaal wat 300 km per uur kon wat aan al die eisen voldeed. Nog voor 220, nog voor 300. Nog. En kwam je nou gaandeweg deze aanbesteding erachter dat je inderdaad nieuw materieel moest kopen? Of was dat al van tevoren bekend toen de NS het bod deed dat er nieuw materieel besteld moest worden? Probeer even wat u met nieuw materieel. Ja, die eisen voldoet of nieuw materieel moest per definitie gekocht worden? Dus nieuw te ontwikkelen materieel. Oh, nieuw te ontwikkelen materieel. Want in de marktstudie die we gedaan hadden, al bij het bod zelf, gaf de industrie aan dat er een aantal risico's zaten in die ik net eigenlijk noemde, hè, vanuit de specificaties. En die golden zowel voor 300 materieel als voor 220 materieel. Dus voordat u met de aanbesteding begon, wist u al van we zullen op zoek moeten gaan naar een treinenbouwer die bereid is nieuw materieel te ontwikkelen voor ons? Wij zullen op zoek moeten gaan naar een treinenbouwer die een aantal eisen moet inwilligen in hun treinen die ze hebben of nieuw te ontwikkelen. Dat is
Dat kan ook met een bestaande trein, zou je hem kunnen aanpassen. Dus alleen een trein die je vanaf de toonbank, even vanuit de definitie, ik pak een trein, ik zet hem meteen in, hij doet het, zonder dat ik wat hoef aan te passen, dat bestond niet. Dus even samenvattend, NS was op de hoogte van deze risico's wat betreft het materieel toen ze het bod deden? Er waren die onduidelijkheden en die onzekerheden vanuit de specificatie die door de staat werden opgelegd aan NS. Die maakte dat er geen toonbankmateriaal was. Dan nog even over de tijd die er genomen moest worden om die trein te bouwen. Is 3 jaar reëel? Wat u net zegt, is 3 jaar dan reëel om te vragen? Wat ik u net probeerde, dus we hebben de vuistregel zoals we hem destijds hadden, 3 jaar. Want meestal is dat 3 jaar is opgebouwd uit 1 jaar van ontwerp van een trein, voordat je daadwerkelijk begint met bouwen fysiek van de trein. Ja. Daar wordt vaak 1 jaar voor gerekend, vervolgens 1 jaar om te testen. Ja. Met de additionele strenge eisen was dat dus heel afhankelijk van hoe. En nou, dat was een onzekere factor in dat verhaal. Onzekere factor, want wij hadden begrepen dat als je een nieuwe trein ontwikkelt, dat 5 jaar kost. En een bestaand platform wat je dan nog moet aanpassen zou in 3 jaar kunnen, maar dit was ook zelfs minder dan 3 jaar tijd. In mei 2004 tekent u het contract en de eerste trein moest al op 1 maart 2007 geleverd worden. Was dat op dat moment reëel? Dat was, kijk, misschien even goed omdat we de aanbesteding starten, hè? Dus je krijgt een aanbestedingsprocedure. In die aanbestedingsprocedure heb je eerst de pre-kwalificatie van de leveranciers, vervolgens heb je de uitvraag. In de aanbiedingen die er waren, zaten zowel locomotieven met rijtuigen als treinstellen. Dus dat was een al variariteit aan aanbiedingen van technologieën. Op dat moment waren er ook 2 partijen die zeiden dat het kon in de tijd gezien. Dus daar zit ook aan die kant was er een soort van bevestiging, zei het niet in de aantallen die we in eerste instantie gewenst hadden, maar wel voor die 1 april 2007. Dat is niet een kwestie van geloof op blauwe ogen. Als iemand dat zegt, kan je dat gewoon, mag je dat ook verwachten en eisen? Nou, dat ligt ook een verantwoordelijkheid aan de andere kant. We hebben daar ook zelf naar gekeken. Er waren ook 2 partijen die dat dus ook zeiden. En nogmaals, beide partijen maakten ook daarin de opmerking wel dat er een aantal eisen zaten, waarvan toch even moest worden afgewacht wat daar de effecten van waren. Dus die onzekerheid bleef daarin zitten. Dus als u mij zegt, keihard 1 april 2007, nee. Dat had best iets uitgelopen kunnen, omdat er dus dat soort onzekerheden in zaten. Dus dat was wat er toen de situatie was. Maar u zegt haalbaar, maar we hebben het eerder deze week gehad over zeer gestretchte biedingen. Maar was het op die manier haalbaar van als de wind meegaat en de zon schijnt en iedereen werkt een dagje over? In die zin haalbaar? Nou, dat er de baan zou zijn, dat de nieuwe eisen in bijvoorbeeld de crash testen die er dan vervolgens ook moeten gebeuren, daadwerkelijk succesvol zouden worden afgerond. Zo waren er een aantal zaken die goed moesten gaan. Dat zijn wel zaken die ook niet goed kunnen gaan. En vanuit die kant was het in die zin vanuitgaande dat het goed ging. Zou dat mogelijkerwijs wel gewoon gekund. Oké, u had in uw achterhoofd wel een lijstje met risico's die zich zouden kunnen voordoen als het gaat om de levertijd. Ja, niet alleen, maar we hadden inderdaad vanuit, omdat er meerdere aspecten zijn dan alleen de aankoop. Ja. Nog even op dat vorige punt. Toen NS het bod deed, was al bekend dus dat het om nieuw materieel zou gaan. En is dat ook weer teruggecommuniceerd aan de staat, dat de eisen die zij stelden de boel wel lastig zouden maken? Ja, moet ik u... Dat was niet mijn rol. Vanuit mijn rol, zoals ik probeerde aan te geven, de organisatie was zo dat we een projectmanager hadden. De projectmanager had vooral ook de relatie met HSA. En dat soort signalen die gingen ook niet via de inkoop, maar die gingen vanuit de projectorganisatie richting HSA. Ja, oké. Dan wil ik verder gaan met u naar de aanbestedingsprocedure zelf. Ik zal eerst met u even proberen vast te stellen over hoe dan zo'n procedure loopt en hoe we van tevoren had bedacht dat het zou moeten lopen. En ik lees even een stukje voor. We gaan het stap voor stap doorlopen. Geïnteresseerde treinenfabrikanten die moeten eerst een verzoek tot deelname indienen. Dat klopt. En dan mogen ze pas meedoen
En dat wil zeggen dus echt een bod indienen als ze voldoen aan de criteria en de voorwaarden voor geschiktheid. Dus dan gaat u een aantal criteria opstellen waarmee u kan zeggen deze bouwer is geschikt en mag doorgaan en een bod indienen. En dan vervolgens mogen dan die toegelaten treinenfabrikanten een bod indienen. Ja. En dat doen ze op basis van technische eisen en de beschreven algemene voorwaarden. Onder andere. Onder andere. Onder andere, ja. Wat nog meer dan? Nou, er zit ook nazorg in. Ze moesten een aantal andere dingen bewijzen ten aanzien van lifecycle-kosten van zo'n trein. Ja. Dus er zitten meerdere aspecten aan. Dus dat als ze dat bod in doen, dan proberen ze aan zoveel mogelijk van die eisen te voldoen. Ja. En dan maken u en uw collega's een rangorde van al die biedingen op basis van de score op de gunningscriteria. En dat zijn de criteria op basis waarvan die biedingen dus worden beoordeeld. Dat klopt ook? Dus je maakt een score. Ja. En aan de hand van die rangorde, dus dan krijg je een lijstje, wordt er onderhandeld met 1 of 2 treinenfabrikanten. Dus de bovenste 2 komen, of de bovenste 3 of 4 komen eruit rollen en dan gaat u mee onderhandelen. Uiteindelijk is er een BAVO, hè, van maximaal, zoals best we dat noemen, best een final offer. Ja. Van maximaal hadden we in de uitvraag gezet, destijds van maximaal 3. Dus maximaal het had 1, 2 of 3 ja. kunnen zijn, maar er staat maximaal 3. En dan de beste die uit die fase komt uit die best and final offer procedure. Met die beste gaat u een contract afsluiten. Klopt. Daar ga je uiteindelijk de finalisering van het contract mee proberen te realiseren. Ja. Wat uiteindelijk leidt tot de gunning, zoals we dat noemen. En daarmee dus het contract met die partij. Dus er zijn allerlei hordes, zeg maar, die je als aanbieder moet nemen. Klopt. En degene die uiteindelijk beste de laatste horde heeft genomen, die krijgt het contract. Die uiteindelijk de beste bieding heeft gedaan. Klopt. En dan is het van belang in zo'n aanbestedingsprocedure om heel transparant te zijn en gelijke behandeling. Want dat is de kernbeginsel van aanbestedingsprocedure, transparantie en gelijke behandeling. Toch? Dat is juist. Ja? Hoe garandeerde u de transparantie en de gelijke behandeling van al die biedende partijen in deze procedure? Hoe gebeurt dat? Hoe dat gebeurt is dat je partijen hetzelfde behandelt. Daar ook over communiceert, dat je als je bijvoorbeeld iets aan de presenteert aan de een, dat je het aan alle anderen presenteert. Dus je hebt daar een heel, zorgen dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. Nou, dat lukt niet altijd in de zin van, als je een bespreking hebt, kan je niet bij allebei op dezelfde dag bespreking hebben. Maar in de zorg, dat je dat zorgt dat het heel dicht bij elkaar zit, zodat niet het een het voordeel heeft ten opzichte van de ander. Staat dat ook dan beschreven in de tender, hoe je dat doet? Dat staat niet zo helemaal expliciet beschreven. De stappen staan allemaal beschreven zoals u ze net ook aangaf. Daar is ruimte in de tender zelf om op basis van de procedure aanpassingen te doen. Maar dat moet je dan voor allemaal doen. Hè. Stel dat je een tussenstap of iets inbouwt, dan zou je dat kunnen doen. Dan moet je dat aan iedereen doen. Maar dan moet je dan iedereen vertellen, we willen toch iets anders. Iedereen krijgt dat dan te horen dan en krijg je allemaal mag daar wat mee doen. Ja. En dat is de manier om de gelijke behandeling te garanderen. En daarnaast de manier van toetsen en beoordelen van de offertes natuurlijk, dat het ook op dezelfde manier gebeurt voor alle partijen. Want hoe gaat dat? Hoe weet je dan zeker, zeg maar, als bieder dat dat ook gelijk is gebeurd? In principe, ja, hoe weet je dat? De bieder zelf, omdat we hetzelfde proces hanteren, zeg maar, een van de voorbeelden is, op een gegeven moment hebben we alle partijen gewoon bij elkaar geroepen om uit te leggen wat wij beoogden met onze stukken. Dus dan ziet iedereen dat ze op dezelfde manier ook daarin behandeld worden. Als we gesprekken hebben, dan zie je vaak dat dat in dezelfde weken gebeurt, zodat ook iedereen ziet of weet van oké, we hebben de bespreking in dezelfde periodes. Dat loopt niet altijd helemaal synchroon, maar over het algemeen is dat het beeld wat je ook gewoon wegzet, zeg maar. En wat ze dat, nou ja, als het ware ook kunnen zien. Ik denk als NS hebben we daar ook echt een reputatie in. Niet alleen in de HSL, maar in alle procedures. Dat wij heel precies zijn om iedereen daarin gelijk en transparant te behandelen. Dus dat doet u door op dezelfde tijd iedereen dezelfde informatie te vragen. Als er wijzigingen zijn, en iedereen dezelfde wijziging door te geven of te vragen. En ook met iedereen op dezelfde tijd bepaalde procedures en fases in te gaan. Nou, wat dat ligt een beetje af van welke fase, sterker als u het nu zegt. Want je gaat op een gegeven moment in een, bijvoorbeeld zo'n fase nadat je de eerste beoordeling gedaan hebt. Daarin zul je verschillen zien tussen beide partijen. En bij de ene heb je het over dat onderwerp en bij de andere heb je het over dat onderwerp.
En daarmee zorg je dat de aanbiedingen voor je acceptabel zijn. Maar daar kunnen verschillende onderwerpen besproken worden. En hoe kan je garanderen dat iedereen op dezelfde manier wordt beoordeeld? Bijvoorbeeld als ik vroeger een goed kreeg op een dicté, dan wilde ik een cijfer. Hoe gaat dat bij het aanbestedingsproces? Goed was voor mij, ik wilde een 8 of een 9. Ja. Hoe gaat dat bij aanbesteden? Nou, dat gebeurt over het algemeen omdat er meerdere... Het is niet één persoon die daar een oordeel over heeft. Dus dat is vaak het meerdere personen op dezelfde onderwerpen. Nou, in het geval van de aanbesteding, in dit geval hadden we zowel een HSA-team en een NMBS-team. Dus daar werd op die manier met meerdere mensen naar gekeken. En dan werd uiteindelijk dan daar het oordeel over geveld. Maar meerdere mensen, dus dan wordt het, dan kan ik ervan op aangaan dat het eerlijk is, omdat er intersubjectiviteit is. Als het ware. Omdat er bepaalde cijfers werden gegeven. Dat ik precies wist van oké, ze willen op zitplaats of op schoonheid van de trein willen ze 20% en dan krijg ik zoveel punten voor. Dat was niet de methodiek die toen... Dat is toch de gebruikelijke methodiek? Nee hoor, je kunt verschillende methodieken in die zin hebben. Dus dat hoeft niet destijds. De methodiek zoals die destijds was, is gewoon transparant. En wij moeten van tevoren aangeven welke criteria wij hanteren. Een van de criteria was onder andere prijs per zitplaats. We hebben ook aangegeven dat je minimaal hoeveel zitplaatsen er dan in de trein moeten zitten. Dus daar ben je allemaal heel transparant in. Daarnaast was het zo dat we ook gezegd hebben, je moet aan de eisen vanuit de technische specificatie voldoen. Ze moesten daar een clause by clause leveren. Dat wil zeggen dat ze moesten aangeven waar ze wel en niet aan voldeden. En dat ze ook een alternatief mochten aanbieden. En dat in onze gesprekken die we hadden, die alternatieven dan besproken werden. Of dat die wel of niet acceptabel zouden zijn. Ja. En daarmee heb je ze dus op hetzelfde niveau, zeg maar. Maar de een is dan beter dan de ander daarin. En dat doe je dan uiteindelijk beoordelen. Geef het woord even aan de voorzitter. Het is altijd voer voor juristen, het aanbestedingsrecht. Ja. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat we het allemaal met elkaar ook in algemene termen goed snappen. En daarom pak ik nog even één stukje terug. U zegt dus, op een bepaald moment we hebben aan de ene kant de bieders die we controleren, als één fase. De tweede, uiteindelijk gaan ze dan een bod doen. Klopt. En dan is de eerste fase van het bod dat u kijkt op basis van al die eisen die u net zo mooi beschreef. Die technische eisen en die algemene voorwaarden, voldoen ze daaraan? En dan gaat u daarna kijken met uw collega's in die teams naar die rangorde op basis van de gunningscriteria. Zo moet ik het begrijpen. Ja, we hebben in eerste instantie in dit geval hebben we ook een quick scan gedaan, zoals we dat noemden. Hè. Dus op basis van de eisen die er lagen, van zijn er nou grote afwijkingen al op voorhand? Waarbij je dus ziet van, maar dat is een hele grote afwijking. Dan hebben wij vanuit de 4 aanbiedingen die we toen kregen, hebben we 2 partijen even terzijde gelegd. Omdat die afwijkingen zodanig waren, de informatie ook niet aangeleverd zoals gevraagd. En vervolgens ben je met de 2 partijen dan gaan kijken en in meer detail gesproken. Het zijn grote boekwerken, dus er kan interpretatieverschil zitten. Er kan net een aantal dingen zitten en dat ga je met elkaar bespreken. Zowel met dat stond ook in de plan, hè? Dat er een fase kon zijn, helemaal in het begin, dat er even wat toelichting kon worden gevraagd om het goed van elkaar te snappen. Ja, maar dat is wat anders wat ik bedoel. Wij hebben sowieso aangegeven, op het moment dat wij het bestek met al zijn commerciële voorwaarden, als we dat neerleggen, dan lichten wij dat ook graag toe. Dus wij hebben gezegd van, nou, het is een omvangrijk boekwerk, wij willen goed dat jullie het goed snappen en wat de bedoelingen daarachter zijn. Dus dat is de toelichtingsfase, dat hebben we toegelicht. Daarna zijn er aanbiedingen binnengekomen. Die aanbiedingen, daar liggen 4 aanbiedingen. Die bekijk je eerst op, voldoet het nou eigenlijk wel op hoofdlijnen? Klopt het nou? Op hoofdlijnen, dit is met de vraag. Nou ja, voldoen ze of voldoen ze niet? Voldoen ze in de zin van de informatie die wij gevraagd hebben. Okay. Bijvoorbeeld, er waren partijen bij die leverden geen informatie eigenlijk aan ten aanzien van de lifecycle kosten. En dan zeg je, nou die leggen we terzijde. Deze prijs is dusdanig extreem dat die... niet pas binnen de eerste criteria was een prijs per zitplaats. Dus op basis daarvan hebben we 2 partijen terzijde gelegd. En er lagen dan 2 aanbiedingen die in die zin voldeden. Waar je dan in meer detail als het ware in zoomt met die beide partijen. Om te toetsen van hebben we elkaar nou echt goed begrepen. En waar zitten eventueel nog dan afwijkingen die... En daar heb je met elkaar dan het gesprek over. Okay. En daar zet je dan op aan met een streep onder. En daarna en daar zet je er een streep in. De gunningscriteria, volgorde kijken van maar wie is nou de beste? Ja. Oké, helder, dank u wel. Ja, dan komen we nu, wil ik het graag met u hebben over die eerste fase. De fase waarin u selecteert of die fabrikanten geschikt zijn.
Er is wel eens gesteld, maar dat is natuurlijk al met kennis van achteraf. Wie koopt er nou een trein in Italië? Dat is de vraag die we hier proberen af te pellen. Ja. Hoe we uiteindelijk Ansaldo Breda geschikt is geraakt. Ja. In april 2002 staat de aankondiging van de opdracht in het Europees Publicatieblad. En dan kunnen geïnteresseerde treinenbouwers een verzoek tot deelname indienen. Wat waren toen de belangrijkste eisen om de kwaliteit en de geschiktheid van die potentiële deelnemers te beoordelen? De belangrijkste waren, men moest aantonen dat men in staat was financieel gezien een dergelijk project als dit te dragen. Ja. Men moest dat aantonen met een aantal documenten. Mm-hmm. Onder andere een bankverklaring, jaarverslagen, een zekerstelling van een moederbedrijf als dat er was. En daarnaast was een andere belangrijke toetsing vanuit of men ervaring had met materieel van 220 km per uur. En dat moest men doen middels referentielijsten. Dus wat je dan ziet is dat zij hun ervaringen in lijsten presenteren. En daarin moet opgenomen worden wie de klant was, welke snelheid enzovoort. En op basis daarvan doe je dan de toets of dat ze daadwerkelijk van in die zin materieel van 220, of ze daar ervaring mee hadden. Maar zei dat, ik heb er nu twee gehoord, dus of ze financieel in staat waren en of ze ervaring hadden. Dus financiën, zijn er ik dacht twee? Dat u voelde naar de belangrijkste, dat waren de twee belangrijkste. Financiën. Ja. En wat zijn er dan nog meer voor eisen die je kan stellen? Nou, je kunt ook eisen stellen rondom productiecapaciteit. Kunnen ze het in de capaciteitszin aan? Dat zat daar ook in. Dus dat hebben we ook getoetst. En zo zaten er een aantal van dat soort elementen in die ter toetsing. Een aanwezig kwaliteitszorgsysteem. Kwaliteitszorgsysteem, klopt. En dat zijn dus als het ware vinkjes die je zet achter elke aanbieder. Is het nu zo dat ze aan alle vinkjes, alle criteria die u vraagt, moesten voldoen? U bedoelt of vinkje moesten zetten? In de zin van, wij moesten ervan in die zin, door de documenten die ze aanleverden, was het aan ons om overtuigd te zijn dat ze in staat waren om financieel zo'n traject te dragen, vanuit de referenties een dergelijk traject te kunnen realiseren. Dat moest een vinkje staan, in die zin een vinkje staan. En al deze eisen, waarborgen die ook dat een treinenfabrikant dan een complexe opdracht kan uitvoeren? Dat is in die zin op dat moment wel een soort toetsing die daar wel achter zit, ja. Maar dat is dus de bedoeling van al die vinkjes die je moet zetten, die criteria, dat we zeker weten dat we met deze fabrikant deze opdracht kunnen uitvoeren. Ja, wat ik u zeker, wat je niks is zeker in, maar uiteindelijk wil je voor jezelf daarin bevestigd zien dat ze in staat zouden moeten zijn om een dergelijk traject uit te kunnen voeren. Oké, dus dan stelt u al die eisen op. En als u dan die eisen opstelt voor de fabrikanten, heeft u dan ook in kaart gebracht welke kerncompetenties nodig zijn voor een goede uitvoering van deze opdracht? Kerncompetentie is een belangrijk begrip in aanbestedingsrecht. Ja, ik probeer even, u heeft iets waarschijnlijk in gedachten, misschien kunt u iets kerncompetenties in de zin van? Nou ja, of ze snel zijn, of ze bijvoorbeeld in staat zijn om een turnkey opdracht uit te voeren, dat soort competenties. Dan waar het hier in dit geval om ging, is dat zij in staat waren, omdat het om projecten die verricht moesten zijn, dat zij konden aantonen dat ze daar ervaring mee hadden, voor 220 km per uur treinen. Dus dat waren de competenties dat men dat had gedaan. Dus daar zitten competenties in mijn beleving achter. Dus ik probeer te zoeken naar welke andere competentie u dan nog zoekt. Nou, dit lijken me twee belangrijke. Dus zeker in die tijd. Hè, dus om kunnen gaan met turnkey. Dus geheel zelfstandig een trein bouwen. En ook op tijd. Want dat was ook heel belangrijk voor uw opdracht, voor de opdrachtgever HSA. Mm-hmm. Hoe toets je dat nou precies als lijstje krijgt? Nou, wat je probeert vooral is de capaciteit in te kunnen schatten. Dus in tijd zit ook productiecapaciteit. Dus daarvoor waren er een aantal beelden en gevraagd rondom capaciteit. Dat zegt ook wat over tijdigheid. Daarnaast hadden we, zag je dat, bijvoorbeeld in het geval van Ansaldo, zij materieel van 220 al hadden gebouwd. Dus daarmee was er ook in die zin, het beeld van dat ze dat in staat waren om dat te kunnen doen. Dus de wijze waarop was, u krijgt dan de papieren van de aanbieders, u leest dat en dat is de manier waarop je het beoordeelt. Of ga je het nog zelf op onderzoek uit? Nou, u leest dat, we hebben dat met meerdere, ook daar heb je dat je dat met meerdere partijen doet. Dus daar wordt vanuit de techniek naar gekeken, daar wordt vanuit de aankoop naar gekeken. Dus meerdere
teams als het ware toetsen dat. Ja. Dus dat is al een borging dat het niet één persoon is, maar dat meerdere mensen daarnaar, meerdere teams naar kijken. Daarnaast was het ook zo dat de treinenwereld is niet zo groot. Dus deze partijen, die kenden we allemaal. Bijvoorbeeld, er zat een partij als Hitachi bij. We waren in Japan geweest, dus ook daar kenden we de partij. We hadden Ansaldo Breda vanuit de inkoop NS al in 2001 een keer bezocht. Dus in die zin waren het geen onbekende partijen. En daarmee dus ook bekend bij ons als NS en NMBS samen. Ik bedoel, we deden dit destijds samen. Dus u kunt zeggen dat u de referenties heeft gecheckt? Niet specifiek, maar we kenden de partijen. Maar u kent de partijen en daar doet u het dan mee? Naast de onderbouwing die je in de pre-kwalificatie, zoals we dat noemden, kregen en die bevestiging daarvan, daar deden we dat mee. En was het dan voor al die partijen vooraf duidelijk hoe die beoordeling zou plaatsvinden? Welke beoordeling doet u? Van die criteria, dus u heeft een lijstje. Ja. Wisten zij precies hoe dat dan zou gaan? Zij wisten welke documenten ze moesten aanleveren en dat we op basis daarvan ook de toetsing zouden. En wat de eis was, namelijk het aan kunnen tonen dat financieel het mogelijk was, aan kunnen tonen dat ze ervaring en met projecten hadden die verricht waren. Dus zij wisten dat dat de manier was waarop wij hun informatie zouden toetsen. Maar zij wisten dus, we sturen het gewoon op, maar zij wisten niet hoe u die referenties zou checken. Want u zei net, we hebben dat niet specifiek gecheckt. Ik probeer heel duidelijk ook voor de procedure te begrijpen hoe je nou precies die informatie die je krijgt beoordeelt en of het dan ook duidelijk is voor degene die die informatie opstuurt. Oké, nou die lijsten die we krijgen, zij moeten die lijst aanleveren. Het is niet dat wij, maar zij leveren een lijst aan met hun referenties en wij toetsen of dat die referenties dan passen. En dat is inderdaad wel op papier van, is het inderdaad zo dat er een 220 trein is gebouwd? Is het inderdaad zo? Geven ze dat aan? Nou, er zat één partij destijds bij die ook geen enkele referentie kon aantonen voor een trein met 220 km per uur. Ja, en als je, dus dat was wel een lijst bij, maar vervolgens stond daar niet op dat hij daaraan voldeed. En daarmee valt zo'n partij dan af. Dus dat was een soort van knock-out eis. Als je niet zeg maar op criterium F je papiertje had ingevuld, ingestuurd, dan viel je af. Nee, niet het papiertje, maar als het papiertje niet bleek dat je die ervaring had of dat je niet in staat zou zijn om, dan viel je in die zin af, ja. Nou, ik ga één specifieke eis eruit lichten. En dat is een eis die ziet op de ervaring van de treinfabrikant. En wat u net zei, een heel belangrijk criterium eigenlijk, of je mocht meedoen, ja of nee. En dan werd er geëist, en dan citeer ik, een referentielijst van analoge projecten die zijn verricht met vermeldingen van de bedragen, de data en de namen van de afnemers. Kunt u ons uitleggen hoe we deze eis moeten uitleggen? Dus analoge projecten, vermelding van bedragen, data, namen van afnemers. Hoe werkt dat dan? Oké, nou, daarvoor staat nog iets anders. Er staat namelijk dat we op zoek zijn naar materieel, reizigersmaterieel van 220 km per uur. Dat zowel een EMU, een treinstel zoals we dat in ons jargon noemen, maar ook een locomotief of anderszins. Dus dat was wat de omschrijving van analoog inhield. En op basis daarvan hebben we dat getoetst. Wist iedereen dat het woord analoog zei mij niks? Maar goed, ik ben ook geen materieelinkoper. Maar weet iedereen dan wat er bedoeld werd met analoog? Nou, omdat we die omschrijving erbij hebben, dan weet men, dat is vrij gangbaar in zeg maar het pre-kwalificatie, om dat op die manier te doen. Mm-hmm. Dus daarmee wist men wat wij zouden toetsen tegen, het zij een treinstel, het zij een locomotief, op basis van wat men dan verricht had. Ja. Nou, in dit geval bijvoorbeeld, Ansaldo Breda had een locomotief van 220 km per uur, dus dat voldeed aan het hebben verricht van. Ja. De partij die afviel, die had die ervaring niet, kon dat ook niet aantonen, heeft toch geen lijst geleverd daarmee, en die viel daar dus op af. Ja. Laat deze eis nu ruimte voor interpretatie? Kan je dat verschillend interpreteren als aanbieder? Ik zou zeggen nee. Nou ja, omdat er bijvoorbeeld niet duidelijk staat hoeveel referenties je moet opgeven. Klopt. Dus één referentie is in die zin was dan zeg maar eventjes in die zin voldoende. Die ene partij die afviel kon er geen één. Dus dat is. Maar u heeft niet gespecificeerd, u moet minstens 3 of 4 of 5. Nee. Dus. En wat ook niet gespecificeerd was,
was wanneer dan een project opgeleverd moest zijn. Want Anseldo Breda bijvoorbeeld, die gaf iets op wat nog niet klaar was. Dan hebben we dat niet meegenomen, want ik denk dat u refereert naar de IC4. Ja, maar dat was, maar dat was niet meegenomen, want daar heeft u gelijk in, die was niet verricht. Maar ze hadden een locomotief, zoals ik net probeerde uit te leggen, en die was wel geleverd. En daarmee ook 220 kilometer per uur. Dus in die zin heeft u gelijk. Zo hebben we er ook naar gekeken. Verricht is verricht. Nou, dat was in dat geval de IC4 niet. Maar Anseldo kwam met meerdere referenties, zoals al die partijen. Het was niet dat ze met één referentie kwamen. En daarmee dus hadden ze een referentie waaraan ze voldeden. Klopt. Maar het was allemaal niet specifiek, want bij aanbestedingen, u kent dat, juristen, dit is voer voor juristen. Als je niet heel specifiek bent, voor je het weet, heb je een proces aan je broek. Omdat het dan niet duidelijk is van hoeveel, wanneer het af moet zijn. Ik bedoel, dat blijkt dan achteraf in hoe u dat beoordeelt. Maar als u nou net zegt, het was heel duidelijk, we beoordeelden iedereen gelijk. U zegt net dat dat op basis van de lijstjes op die manier gebeurde. Maar het was niet heel klip en klaar waar je nou precies aan moest voldoen. Wat er dan gebeurd is, vervolgens maak je ook bekend wat je keuze is. Ja. En dan mogen partijen bezwaar aantekenen. Ja. Nou, in dit geval had die partij, als die daar niet mee eens was geweest, bezwaar. Maar er is geen bezwaar aangetekend. Dat bevestigt er ook dat we op de juiste manier dit gedaan hebben. Dus er is na elke fase ook een mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen vanuit de partij. En dat is niet gebeurd. Dus ik denk dat die partij die afgevallen is heel duidelijk wist dat ze een referentielijst hadden ingevuld en aangegeven waarbij ze niet aan voldeden. Maar ik ben niet een aanbestedingsjurist, maar kan ik dan zeggen van de manier waarop u de eisen opstelt, dat is een beetje natte vinger. Er komt daarna een mogelijkheid om dan eventueel bezwaar aan te tekenen. Als dat niet gebeurt, oké, dan gaan we door. Nee, wij hebben heel bewust die eisen zo gesteld zoals ze gesteld waren. Hè? Dus 220 km per uur reizigersmaterieel, wat. En als er een referentie was, dan heeft dat staat, zo wist de procedure. Dus dat is niet, ik zou dat niet vallen. Maar is het heel gebruikelijk om zo'n criterium waarvan ik zie, dat zou mij niet heel erg helder zijn. Hoeveel ik moet indienen, of het klaar moet zijn, wanneer het dan. Ik geloof dat ik. Het was gereed. Gereed is klaar, denk ik. Ik bedoel, daar zit voor mij weinig lucht tussen. Dat was wat het was. Ja. En volgens mij was het helder voor alle partijen. En ik heb nog wel een vraag. Waarom zijn er onder deze competenties geen eisen opgenomen, zoals zelfstandige ervaring met de bouw van een hoge snelheidstrein? Of ervaring met turnkey projecten en een bewezen track record van oplevering? Waarom vraag je dat dan niet? Okay, dat is bijna niet te doen, omdat er geen enkele partij wellicht bijna is die zelfstandig, zelfs een ICE, is niet alleen door Siemens gebouwd. Ook daar zitten allerlei partijen bij die uiteindelijk zo'n trein bouwen. Dus dat maakt het heel lastig, zeker voor dat specifiekere materieel waar we naar op zoek waren. Maar dan wil je toch weten van welk deel dan door deze specifieke treinenbouwer is gemaakt. Ik snap dat best, hè? Dus in consortiumverband bouw je misschien een trein. Maar dan wil je toch ook precies weten van was jij nou verantwoordelijk voor de treinstellen of voor de locomotief of misschien alleen maar voor de wielen? Dat heeft u ook niet gevraagd. U wist niet precies wat het aandeel van Anseldo Breda was in die ETR 500 die ze opgaven. Anseldo Breda was opgericht, Anseldo en Breda, vanuit twee partijen die in dat consortium zaten. Dus ze hadden daar ook een aandeel in. In die zin, dat wisten we. Uh-huh. En daarnaast was het zo dat de referenties die zij moesten aanleveren niet zozeer voor hoogsnelheidsmaterieel waren. Want het was niet dat het een 300 of dergelijke snelheid referentie moest zijn. Het moest er een van 220 km per uur zijn. Dus kon dat met een locomotief zoals zij hem zelf ook in hun portefeuille hadden. Dat bleek ook, want alle andere partijen kwamen ook met referenties van locomotieven en ook niet zozeer van het 300 km per uur treinen. Dus in die zin was het een heel logisch manier waarop al die partijen met hun referenties kwamen. Dat was Anseldo geen uitzondering op de andere partijen. Welke ervaring had Anseldo Breda nou met het zelfstandig bouwen van hoge snelheidsmaterieel? In de context van de publicatie was dat geen issue. Als u dat, waarom is dat geen issue? Zoals ik u net heb geprobeerd. Dan is het mij nog niet helemaal duidelijk. Je wilt ervaring met het bouwen van hoge snelheidstrein. En dan kunt u dus ermee akkoord gaan dat u met een treinenbouwer te maken krijgt die niet zelfstandig een hoge snelheidstrein gebouwd heeft. Dat is dan normaal? De eis was niet een hoge snelheidstrein. Misschien is het even goed om daar de nuance in aan te brengen.
De eis was 220 km per uur. Dat is wat we zochten. Dat is waar deze tender over ging. Die ging niet over een trein met 300 km per uur. Misschien met een beeld wat er dan staat van hoge snelheid. Nee, dit ging om 220 km per uur. En daar was ook de ervaring die we naar gevraagd hadden. Ik geef het woord aan de voorzitter. Ik denk dat er best veel mensen zijn die belangstellend luisteren en zich misschien de vraag stellen, waarom vraagt de commissie hier nou zo op door? Ja. En dat komt ook omdat de NS zelf een evaluatie heeft gedaan. Kunt u zeggen wat de evaluatie van de NS zelf is geweest op dit punt? Ik weet niet op welke evaluatie u doet. De evaluatie is gedaan naar aanleiding van hoe heeft het toch kunnen gebeuren dat het beoogde vervoer niet tot stand gekomen is en dan meer gericht op die trein. En in die evaluatie zijn een aantal punten naar boven gekomen, ook ten aanzien van die fase waarover we nu spreken. Deed u mee aan die evaluatie? Nee, ik weet niet op welke evaluatie u doet. De evaluatie van de NS, waaruit een aantal zaken naar boven zijn gekomen. In bijzonder dat juist bij de selectie van de leveranciers zo weinig aandacht is besteed aan kan men het eigenlijk wel en heeft men wel ervaring met dit soort contracten. En hebben we wel voldoende gekeken naar de kwaliteit en de bedrijfszekerheid en het zelfstandig kunnen bouwen van een trein. Hoe kan het nou dat u nu nog zegt dat dat eigenlijk allemaal goed is gegaan, terwijl de evaluatie van de NS zelf zegt dat we hier steek hebben laten vallen? Wat we verder in het traject ook nog gedaan is gekeken naar partijen. En we zijn bij Ansaldo geweest en we zijn bij... Het is de evaluatie 2013. Ja. Kijk men terug. Ja. En kijk naar deze fase. Mm-hmm. En concludeert, toch enigszins anders dan u vandaag aan mevrouw Vos schetst. Namelijk, we hebben het allemaal gedaan. Waarom is in de evaluatie van de NS dan zelf een hele andere conclusie? Wat een van de lessen en de ervaringen die we nu hebben is dat we trachten nog veel meer op de voorgrond daarna te gaan kijken. Ik vind het altijd jammer als ik het gewoon moet citeren, maar dan doe ik het toch. Bij de selectie van de leveranciers in het kader van de aanbesteding is niet expliciet rekening gehouden met de ervaring met turnkey contracten, de kwaliteit, bedrijfszekerheid en de eis van de referentie opgevoerde hoge snelheidslijnen. En ervaring met het zelfstandig, dat wil zeggen niet in consortium verband bouwen van hoge snelheidstreinen. Het was beter geweest als die een duidelijkere rol hadden gespeeld bij de aanbesteding. Het was beter geweest, en mevrouw Vos vraagt u echt, ik denk wel 6 keer, hoe heeft u dat nou gedaan? U zegt allemaal prima. Binnen de NS zegt men, het was beter geweest als we daar echt specifiek aandacht voor hadden. Dus dat strookt niet met elkaar, laten we dat dan met elkaar vaststellen hier. Nou, wat ik u probeer uit te leggen is hoe het in de V250 gegaan is. Waarom daar ging deze evaluatie over. Ja, maar waarom het zo gegaan is zoals het gegaan is. Hè? Want dat was volgens mij ook de vraag van mevrouw Vos. Hoe is dat gegaan en ging dat en voldeed men ja of nee? Men voldeed in dat geval. Als je het hebt over lessen leren naar de toekomst toe. Dat is een van de dingen waar ik dan... Hoe kunt u nu zeggen dat het voldeed wanneer er is gezegd, er is niet rekening gehouden met die ervaring? Er is referenties opgevoerd. Dat daar vragen over zijn. Mm-hmm. Dat is toch een ander verhaal dan wat u nu zegt. Zoals ik u, zoals het proces gegaan is met V25, V220, is dat wij toen een referenties hebben gevraagd die, zoals ik heb aangegeven, wij zijn daar niet gaan kijken meer naar die partijen, dus dat klopt. Maar in die zin is er wel gekeken naar, waar heeft men ervaring met bouwen van 220 km per uur materieel. Dat is wat er gebeurd is. Oké, de evaluatie nemen wij dan voor kennisgeving. En dan gaan we door naar de beoordelingsfase. Ja. Want nadat die verzoeken tot deelname waren ingediend, werd een aantal partijen toegelaten tot die aanbestedingsprocedure. En die fabrikanten moesten dan een trein aanbieden die een snelheid zou halen van 220 km per uur. Alstom, Ansaldo Breda, Bombardier en Siemens mochten deelnemen en deden ook een bod. Hitachi en Talgo mochten deelnemen, maar dienden geen bod in. Waarbij Talgo uitdrukkelijk opmerkte niet aan de eisen van de opdracht te kunnen voldoen. Daarna werden de biedingen beoordeeld. Kunt u vertellen meer in detail hoe die biedingen werden beoordeeld? Hoe dat ging? Ja,
Er waren een aantal elementen die je in zo'n beoordeling beoordeelt. De commerciële condities, de technische specificatie, de nazorg, zoals we dat noemen, garantieafhandeling. Daar waren verschillende teams van die dan dat specifieke onderdeel beoordeelden, toetsten. En dat was dan aan de hand van wat men indiende als partij, zoals ik voorheen heb uitprobeerd te leggen, is dat we in eerste instantie een soort quickscan deden. En in die quickscan, daar keken we van, voldoet men, heeft men al alle informatie aangeboden? Mm-hmm. Daar zijn toen twee partijen terzijde gelegd, omdat ze daar niet aan voldeden. En vervolgens zijn we met twee partijen, de partij Alstom en de partij Ansaldo Breda, verder in detail gegaan in hun aanbieding. Zijn daar op een gegeven moment gesprekken over gevoerd. Zijn we met die partijen over de afwijkingen die er dan in zaten, of de onduidelijkheden, zijn we in gesprek gegaan. En daar hebben we op technisch vlak, op commercieel vlak, op allerlei vlakken de gesprekken over gevoerd met beide partijen. Want het zijn omvangrijke documenten. En je moet dat goed begrijpen. Soms zit er ook een misinterpretatie aan de ene kant, bij de leverancier of bij ons. Of de spec is niet helemaal duidelijk. Nou, al dat soort elementen die worden dan besproken met elkaar. Oké. En dan blijven er dus twee biedingen over die dan beoordeeld worden. En heeft u dan bij de biedingen aan het eind helemaal gekeken of ze nou op enig moment aan alle eisen voldoen? Wat op een gegeven moment is dat ze je met de alternatieven en de gesprekken die je zegt, dat je zegt van nou, oké, dit is voor ons acceptabel zoals het er nu ligt. En bij de ene is net dat puntje iets meer en bij de ander net dat. Het zijn ook verschillende oplossingen die ze vaak aanbieden. Maar dan leg je dat als het ware naar elkaar en zeg je ja, dat past en dat is voor de ene acceptabel en bij de ander is dat ook op die manier acceptabel. En op enig moment is het dan allemaal acceptabel? Op een gegeven moment dan zeg je van, nou, met dit zo wat er ligt, willen we graag dat u een best en final offer doet. Dat was in dit geval dan met die twee partijen. En die twee partijen doen dan een best en final offer. En dan maken we een hele grote stap. Maar ik wil eigenlijk naar het punt toe waarin in het aanbestedingsrecht een moment komt. Dat wordt gezegd, nu voldoen ze aan alle eisen. We gaan nu de weging doen op basis van de gunningscriteria. Dan moet ik altijd oppassen, want ik ben natuurlijk jurist. En dan dat ik niet over de hoofden van de mensen ga praten en ook niet over uw hoofd. Maar dat is de fase waarin dat gaat. We gaan eerst kijken, iedereen voldoet aan de eisen. En dan gaan we de gunningsfase in. En ik ben benieuwd naar die stap. Hoe heeft u die stap nou gezet? Wij hebben met de twee partijen, zijn we door alle stukken gegaan. Van de commerciële condities, de technische specificaties. Dat gebeurt met allerlei teams die er dan zijn. Mm-hmm. En die spreken met de leverancieren, met de andere. Veel vakmensen om de tafel. Dus ja, en die uiteindelijk komen die dan van, nou, dit is wat het is. Dit is zoals het van ons acceptabel is binnen de eisen die we stelden. En alles wat er ligt, dat is acceptabel. En vervolgens wordt daar een oordeel aangegeven in de waarderingscriteria die er dan zijn. En daarmee wordt er dan een score, een oordeel gegeven over hoe men daarop scoort. Oké, en dan, en dat is dan, dat loopt dan door in de gunningscriteria. En dat loopt dan inderdaad. Maar uiteindelijk, uit de stukken opmakend, voldeden ze pas in 2003 aan alle eisen. In het voorjaar 2003. Eigenlijk allebei zelfs nog niet, pas later voldeden de treinenbouwers aan al uw eisen. Dus dat vraag ik me dan even af. Hoe kunt u dan die weging gaan maken wanneer in het voorjaar van 2003 ze nog niet voldeden aan uw eisen? Als wij alle mooie stukken. Ja, ik probeer dat ook nog even. Voor mij is het natuurlijk ook enige tijd geleden. Ik probeer even de context wat u dan voor u heeft liggen en hoe dat is even van waar we dan precies zitten. En dat vind ik even lastig nu, omdat ik de stukken niet heb. Dus in die zin. Maar het gaat er mij even om dat we helder hebben. Dat die fases misschien wel door elkaar heen liepen. Dat eigenlijk u aan een weging bezig was. Maar nog wel zat met acceptabele, maar nog niet volledig aan de vereiste voldoende aanbieders. Want ik zie nergens een streep daaronder aan die fase. Want nu hebben we deze fase af, iedereen voldoet en nu gaan we door in de weging van de gunning. Die zie ik niet. Oké, nou, wat dan zo is dat op een gegeven moment. Wat mij bijstaat is dat op een gegeven moment voor beide partijen gewoon gezegd is van oké, ze zijn allebei acceptabel met wat er nu ligt.
En daarmee, dat is acceptabel. In het aanbestedingsrecht moet je toch op aanbod gewoon aan de eisen voldoen. Ja, en, ja, in die zin met de alternatieven. Men mag ook alternatieven aanbieden. En ja, daarmee voldoet men dus aan wat wij als NS en NBS wilden hebben. Oké, dus dat is de streep. En iedereen voldoet. En dan ga je kijken naar van, bijvoorbeeld een van de criteria was de prijs per zitplaats. Nou, daar hoort dan natuurlijk een prijs bij. Mm-hmm. En vervolgens kijk je ook dat een van de criteria was de technische eisen en de functionaliteit van de trein. En op enig moment voldoet iedereen. Heeft u wel eens twijfels gehad aan de manier? Want u gaf, denk ik, mooi aan dat er manieren waren om problemen op te lossen. Maar heeft u wel eens twijfels gehad aan wijze waarop bepaalde treinenbouwers oplossingen aandroegen? Of u die wel voldoende acceptabel vond? Dat staat mij niet meer bij. Nee. En daarnaast ook, wat ik al zei, ik was niet vanuit de de inkoop. En uiteindelijk waren er ook technische discussies. Wat mij bijstaat, dat het uiteindelijk wat er lag... Dat acceptabel in die zin was voor wat er ook op dat moment aangeboden werd. Mm-hmm. Herkent u de detailbeoordelingen van uw collega Vrielink? Ik ken niet. Ik weet dat de detailbeoordelingen... Zegt het woordje we comply iets? Als je aangeeft dat je ergens aan voldoet, dat is we comply, als je dat wat u bedoelt. Maar heeft u daar ook herinnering aan... dat op enig moment de geluiden opgingen dat een van de treinenbouwers wel erg makkelijk zei... we comply, we comply. En dat er serieus moest worden getwijfeld of het eigenlijk allemaal wel realistisch was? Dat soort discussies waren er, in die zin herken ik, tot op zekere hoogte. Leg dat eens uit. Wat was er dan wat u herkent? Zegt u dat is in eigen woorden, dat ik het niet weer hoef te citeren? Wat ik daarin herken is dat het af en toe in de zin van voldoet een partij er echt aan ja of nee. Er ligt een stukje verantwoordelijkheid bij die partij zelf, want die moet het straks waar gaan maken. Mm-hmm. Dat is dan af en toe lastig met bepaalde eisen. Of dat je en met dat... lastig bedoelt u dat niet altijd de comply voldoende is onderbouwd en dat er reden blijft voor twijfel? Nee, omdat er ook aan de andere kant expertise zit die daar invulling aan geeft. En ja, dat mag je ook vanuit gaan dat die dat kan. Terwijl je misschien zelf wat andere ervaringen op sommige gebieden hebt. En dat is dan lastig. Maar dan bedoelt u misschien concreet op Ansaldo zegt wel dat ze 15 minuten kunnen doorrijden bij brand. En Ansaldo beweert de trein in 88 seconden. Dan hebben we dus 575 mensen in die trein zitten. Kunnen evacueren. En dan zegt u, dit lijkt onrealistisch. Dat is dan de detailbeoordeling. Ik weet niet of dat... ik zeg dat niet. Ik bedoel, dat vanuit de techniek is dat toen... Maar herkent u, snapt u dat de commissie misschien op enig moment heeft gelezen... van er waren misschien wel wat twijfels aan het voldoen aan alle eisen? Ik begrijp dat dat vanuit het... Vanuit dan zal, maar het zijn twee partijen naast elkaar. Hè? Dus aan de andere kant hebben we ook de gesprekken... Alstom zei af en toe, wij denken niet dat we aan alle eisen kunnen voldoen... En tegelijkertijd zegt een andere partij die u minder goed kent, waarbij de ervaring misschien wat minder is getoetst. We comply, we comply. En dan gaan er geen alarmbellen. De andere partij heeft ook op sommige dingen we comply aangegeven, waarbij je ook... Ze maken bepaalde voorbehouden. Sorry? De andere partijen maken bepaalde voorbehouden. Die zeggen, wij durven niet zonder meer te roepen we comply... Want wij zien voorbehouden. Een andere treinenbouwer zegt overal we comply. En dan zegt u in uw eigen team, althans uw collega, het lijkt onrealistisch. Ik denk dat ook de andere partij comply. Uiteindelijk was het beeld van wat er ligt dat acceptabel zou zijn. Ja. Oké, mevrouw Vos. Ja, ik wil toch nog even terug naar de beoordeling van de biedingen. We hebben net dat hele lijstje afgelopen, hè, van hoe een aanbestedingsproces moet lopen. Op een gegeven moment krijg je dan die biedingen en dan wordt er beoordeeld per bieding, zeg maar, of dat voldoet. En nu hadden wij gezien dat bijvoorbeeld als het gaat om levertijden, de twee treinenbouwers die dan door mogen naar de volgende fase niet voldeden. Want Ansaldo had een levertijd van 49,5 maand en 58 maanden als het ging om 26 eenheden. En Alstom, die dan ook door mag, die had een levertijd aangegeven van 40 maanden en 50 maanden. Waarom mogen ze dan wel door? Als je dus niet voldoet aan de vragen die u stelt. Ik
wij hebben toen aangegeven van, er mogen ook alternatieven worden aangeboden. Dit waren dan de alternatieven in die zin vanuit de leverschema's. Er was ook niet mogelijk, bleek, om eerder geleverd te krijgen. Dus in die zin was dit het maximaal haalbare. En daarmee, voor dat moment, waar men maximaal aan kon voldoen. Dus u wist toen u die biedingen zag van, dat wordt nog wel even lastig om dit allemaal in 31 maanden klaar te krijgen? Het was toen, dat is wat ik vanuit het leverschema probeerde uit te leggen, is dat dat langzaam verschoof in de aantallen. Dat zag je dus onder andere hierin terug. Mm-hmm. En daarmee dus ook dat het lastig was om dat te realiseren. Ja. En dan heb ik nog even een vraag over de prijzen van de verschillende treinenbouwers. U zei net al een paar keer dat de prijs per zitplaats belangrijk was. Volgens mij het belangrijkste. Kunt u ons vertellen hoe de prijzen van de verschillende treinenbouwers, dus die vier biedingen die u kreeg, hoe die zich tot elkaar verhielden? Ik weet het in ieder geval van de laatste twee in die zin, omdat ten aanzien van de prijs van een van de partijen die afgevallen was, die was extreem duurder dan de andere. Dat was heel duidelijk toen. Eentje was echt veel duurder. Was veel duurder. De ander zat rondom dezelfde als de andere twee. Mm-hmm. En de prijzen uiteindelijk aan het eind van de best of final offer, waar we dan uiteindelijk naarto gingen, dat scheelde nog geen procent vanuit de prijs per zitplaats. Het bod van Ansaldo Breda toen, had hij toen de scherpste prijs? Moet u even terugnemen, want zitten we nog in de detailbeoordeling of zitten we in de best of final offer fase? Nee, daarvoor, dus in de eerdere fase. Als u de eerste biedingen krijgt. De prijs van Ansaldo Breda's was in die fase wat hoger dan die van Alstom. Dus Ansaldo Breda had een hogere prijs per zitplaats dan Alstom op dat moment? In die fase nog van de detailbeoordeling, zoals we destijds nog zaten, ja. Ja. Er is wel eens gesuggereerd dat de NS vanwege het hoge bod op die concessie alleen maar bij Ansaldo Breda kon kopen omdat die zo goedkoop zou zijn. Maar wat u net zegt, is dat dus niet helemaal waar? Als je naar de prijzen kijkt die Ansaldo en Alstom aanboden, die lagen zeg maar uiteindelijk ook op het laatst heel dicht bij elkaar. In die zin zat daar niet een hele goedkope Ansaldo Breda trein in. En uiteindelijk op het eind van waarom we tot die keuze kwamen, ook in de BAVO-fase, is dat de trein van Ansaldo aan zich een beter product ook nog was dan de trein van Alstom, zoals die daar werd aangeboden. Dus veel goedkoper Ansaldo-trein, ik hoor termen als Aldi-trein, die herken ik dan in die zin niet. Je herkent het niet, maar goed, hoe dan ook, onafhankelijk van het concessiebod, u was als inkoper, gaat u sowieso altijd op zoek naar de beste prijs. Tuurlijk, toch? We proberen altijd dat soort gesprekken een beetje te prikkelen op van, het is een beetje duur en probeer daar wat aan te doen, uiteraard. Ja. Geef het woord aan de voorzitter. En terwijl de bode een glaasje water inschenkt, vraag ik u iets dichter in de microfoon te spreken, want anders is het soms voor de stenografische dienst niet heel goed te volgen. Prima. Ik wil nog even naar die aanbestedingsprocedure en de fases. Want klopt het nou dat eigenlijk tijdens zo'n aanbestedingsprocedure een bod niet echt mag worden aangepast? Het mag wel worden uitgelegd, het mag een beetje worden bijgeschaafd, maar echt een substantiële aanpassing. Past dat in het aanbestedingsrecht volgens u? Nou, u zegt een substantiële aanpassing. Ik denk substantieel, ja. Dat zou je niet moeten doen. Oké. Nee. Dan gaan we natuurlijk even op zoek naar wat is dan substantieel. Ja. Is de snelheid substantieel? Ik denk dat ik weet waarop u doelt, van 220 naar 230. Ja. Dat was in dit geval niet substantieel, want voor Ansaldo Breda was dat even de snelheidslimitering eraf halen. De trein aan zich had dat gewoon in zich. Zij hoefde daar niks voor te doen. Daarmee was dat niet een substantiële wijziging. Ansaldo Breda had er niets aan hoeven doen om sneller te kunnen reizen. Ja. Hun concept, het concept wat Ansaldo Breda aanbood al met hun bieding, had dat per definitie in zich. Maar leg dan eens uit hoe dat dan zat met allerlei aandrijvingen die er eerst uitgingen en toen erin gingen. Dat klinkt niet als een knopje. Nee, maar dan moet u echt de technische specialist die vraag stellen. Wat de trein van Ansaldo, die ze in die fase waar we het net over hadden, de detailbeoordeling over hadden, was dat we daar over de rijtijd spraken.
dat daar berekeningen achter de grondslag liggen. Dat we zelf dus die berekeningen ook gedaan hebben om te toetsen of dat. En dat er bij ons wat twijfel was over of wel of niet aan die rijtijd te kunnen voldoen. Mm-hmm. Daarbij heeft Ansaldo Breda aangegeven, maar dat is helemaal geen probleem. Dat is helemaal geen substantiële wijziging voor ons. Onze trein kan ook gewoon 2:30 rijden zonder dat wij daar veel aan hoeven te doen. En daarmee, of eigenlijk niks aan hoeven te doen. En daarmee kunnen wij gewoon aan die rijtijd voldoen. Dus daarmee was het geen substantiële wijziging. Maar hoe zit het dan met die aandrijvingen? Wat later gebeurde, misschien is dat... Wat ik, we gaan nog een stap verder. Hè? Ja, wat eerst gaat ik 2:30 en dan ja. Vraagt u, kan die nog harder? Nee, omdat de vraag is gekomen vanuit HSA. Nee, wat ik me daarvan herinner, is dat wij commerciële gesprekken voeren, zoals we het net zeiden. Ja. Dus ook af en toe laten vallen van, joh, is eigenlijk duur. Hè? Maar dat doe je naar beide partijen toe. Dat Ansaldo Breda op basis daarvan getriggerd werd en gekeken heeft van, oké, kan ik mijn trein dan goedkoper maken? Daar hebben zij in de 2:30 variant die er toen lag, nadat ze die iets verhoogd hadden naar 2:30, hebben zij gezegd, nou, wij kunnen nog steeds aan jullie eisen voldoen. Dan kunnen we iets minder met tractie, met motoren doen. Dan wordt die trein wat goedkoper. En zelf hebben ze ook aangegeven, en wij kunnen jullie ook een 250 variant. Die is dan een beetje op hetzelfde prijsniveau als dat die voorheen was. En dat heeft men toen daar aangeboden. Maar zoals wij het in de volgorde begrepen, is Ansaldo Breda zelf aangekomen met de 2:30 variant, omdat ze in de 2:20 variant niet voldeden aan de rijtijden. Ja. Maar op verzoek is doorgegaan naar 2:50. Wellicht omdat ook de minister had aangegeven dat de snelheid niet zou worden gehaald, maar dat is nog een beetje in het midden gebleven. Ik zelf herken dat niet. Wat ik herken is dat we in de gesprekken die er gevoerd zijn vanuit commercieel oogpunt, dat Ansaldo heeft gezegd, nou dan kan ik mijn prijs voor de 2:30 kan ik wat naar beneden. En wie heeft dat nou gevraagd? Want vanmorgen hebben we letterlijk gehoord, het verzoek kwam van ons. Wie is dan ons? Dat weet ik niet. Dat bent u dan? Nee, nou, wij hebben geen niet formeel in een brief of iets dergelijks. Kan ik in een dat gesprek niet... met Ansaldo Breda gevraagd, kunt u harder rijden dan 2:30? Dat verzoek is... Wat ik weet vanuit waar ik bij ben geweest, mm-hmm. Laten we dat even dan zo, is dat Ansaldo Breda kwam met een mogelijke oplossing in de zin van de prijsreductie, zoals dat net is uitgelegd. En dat zij zeiden, ons concept kan 2,50. Wellicht gehoord of niet gehoord, dat laat ik even in het midden. Er is niet in die zin van mij een expliciet verzoek geweest om dat te doen. Okay. En vanaf april 2003 zijn de aanbiedingen nog verschillende malen aangepast. Er is dus gevraagd om die prijs, waar we het net al even over hadden, om die naar beneden te doen. Past nou zo'n gesprek nog in die fase van de aanbesteding? Ik moet even denken, april 2003, ja. Dat was nog in de detailbeoordelingsfase. Nou, zo gleed het een beetje door naar de echte gesprekken over gaan we met elkaar in zee of niet. En in die fase, eigenlijk al vrij laat, want we zijn natuurlijk een paar maanden later of een maand later echt definitief gaan bestellen, is er van alles nog gebeurd. Past dat nou in die aanbesteding? Of moet deze fase eigenlijk voordat je naar de gunning gaat al zijn afgerond? Ja, wat dan misschien, dat is hoort denk ik een fase tussen. Hè? Dat is de best of final offer fase, denk ik dan. Als u, dus wat er gebeurde is dat we vervolgens, nadat we die gesprekken hadden na aanzien van die detailbeoordeling, waar we dus, zoals Belgische collega's noemden, dat op punt stellen. Dus je probeert beide partijen naar de eisen te krijgen en acceptabele eisen, zodat je zegt, nou dit is wat het moet zijn. Op basis daarvan vragen we u een best of final offer te doen. Dat hebben we toen gedaan. Dat was op basis van 23 treinstellen. Daar hebben zij dus hun best en final offer voor aangeleverd. Nou, dat hebben we op die criteria weer beoordeeld. En vervolgens, wat er toen gebeurde, is dat we het aantal treinen moesten reduceren. Omdat in België er vanuit de lijn Amsterdam-Brussel, dat daar... minder behoefte was, omdat de business case niet positief zou zijn. Ja, dat is dus vervolgens weer. Dus we hebben opnieuw gevraagd aan beide partijen, doe een hernieuwde aanbieding voor een gereduceerd aantal. En uiteindelijk was het zo dat Ansaldo aanbood en andere partij die viel toen af. Maar daar komen we op zich nog over. Maar dat is Maar ik dacht dat u daar daarna... Ik ben dus benieuwd, in die beoordelingsfase, dus eigenlijk ben je in een fase waarin je dus de aanbiedingen beoordeelt, zijn ze geschikt of niet. Mm-hmm. Dan ga je naar die weging en ergens daartussendoor wordt er nog echt onderhandeld over hoe gaan we aan de eisen voldoen.
En ik was erg benieuwd, en ik hoor u daar nog geen echt ja of nee op zeggen, of dat nou past binnen die fase van die aanbesteding in de beoordelingsfase. Dat er nog echt over de eisen, de aanpassingen op prijs en op inhoud nog gesprekken worden gevoerd. Is dat nou gebruikelijk binnen de treinenwereld? Binnen de treinenwereld is dat gebruikelijk in die zin. Dat we op die manier, omdat het zulke omvangrijke dingen zijn, dat je altijd dat soort gesprekken hebt en dat er dan tussentijds bijstellingen worden gedaan. Maar dan kijken we naar die gunningscriteria, waar wij ons even de vraag hebben, wat waren nou de wegingsfactoren? Want wij zien de ene keer staan oké, de andere keer is het weer goed. En hoe moet ik dan die weging snappen van die gunningscriteria? Die weging werd gedaan inderdaad. Hè, dus, Is goed beter dan oké. Dat wisselt ook nog alles. Ja, goed is beter dan oké. Dat is de weging. Is de ene weging is goed is dan een hogere rang dan oké. Ja. En zo heeft u dat ook gespecificeerd in de stukken? Nee, we hebben gezegd dat we dat beoordelen. We hoefden destijds ook eventjes niet aan te geven nog van hoe dat precies. Dit is de methodiek zoals we dat was destijds. Tegenwoordig is in het aanbestedingsland moet je nog veel meer in detail treden hoe je die beoordeling. Daarom vroeg ik u, is dat gebruikelijk? Ja, toenertijd was dat in die zin gebruikelijk. Tegenwoordig moet je zelfs aangeven hoe zwaar dingen wegen in percentages. Ja. Dat was destijds niet zo. Wij hebben wel aangegeven dat in die zin dat we, nou, wat u net zei, hè, de beoordeling ging op van goed. Ja, maar u zegt, ik pak u even terug. Ja. We hebben natuurlijk niet voor niets, en mevrouw Vos heeft niet voor niets vrij uitvoerig in het begin van ons gesprek aangegeven hoe u het bedacht had. Ja. Want u had bedacht, de toegelaten treinen mogen treinfabrikanten mogen een bod indienen. Zij doen het op basis van technische eisen en beschreven algemene voorwaarden. Dan controleert hij die aanbiedingen, of ze het aan de eisen voldoen. Dat loopt dus nog heel lang door, hebben we net vastgesteld. Vervolgens maakt u een rangorde op basis van de score op de gunningscriteria. Van de criteria die inderdaad, ja. En u zegt nu, dat doen we tegenwoordig, maar dat deden we eigenlijk toen nog niet. Echt die score op basis van die gunningscriteria. Want ik kom hem ook niet tegen, alleen met goed. Als u bedoelt van echt met punten, hè, dat is wat uw vertaling is van score. Op basis van de gunningscriteria, dat maakt het transparant en helder. En men toen weet waar die aan moet voldoen. Toenertijd was dat nog niet gangbaar en gebruikelijk. Maar het was wel voorgenomen. Sorry? Het was wel voorgenomen, zo stond het wel in de beschrijving. Wij scoorden in die zin met een, wat we net zeiden, goed of niet, maar niet met een punt. Oké. Mevrouw Vos. Dus even voor mijn begrip. U zegt nu dat het toen helemaal niet gebruikelijk was om met die punten te werken. Maar dat de aanbieders wisten van, nou, op een gegeven moment kom ik ergens in een ranglijstje en dan wordt er gewoon met plusjes en minnetjes, kom ik wel of niet bovendrijven. Dat was duidelijk. De aanbieders wisten wat de volgordelijkheid was van de criteria waar wij naar zouden kijken. Dat was duidelijk, want in de uitvraagdocument staat de volgordelijkheid van de criteria, welke het belangrijkst is. Zoals u zelf ook aangaf, de prijs per zitplaats is het belangrijke. Dan komt nummer 2, dan komt nummer 3, dan komt nummer 4. Dat is wat de aanbieders wisten. Maar zij wisten niet hoe zwaar. Prijs dan het zwaarst, maar stel dat de prijs, dat eigenlijk het volgende criterium, evaluatie van de functionele en technisch aangeboden voorstellen, inclusief het voorgestelde leverschema. Stel dat dat bijna even belangrijk was. Ik bedoel, het is toch heel lastig om dat precies te weten als aanbieder, als het op zo'n eigenlijk vage manier gebeurt. Toen was dat nogmaals de manier. Dus u zegt, het was wel helder en transparant voor iedereen, maar de manier was wel, we doen het toch een beetje met een natte vinger. Ja, ik zelf noem dat niet natte vinger, want daar zaten mensen die gewoon echt kennis en kunde en ervaring hadden en expertise hadden. Men was ook bekend met, hè, want het was ook niet zo dat toen partijen ook daar weer bezwaar hadden aangetekend, want dat is normaal en gangbaar in deze wereld ook van treinen bouwen, dat als partijen ergens niet mee eens zijn hoe zo'n procedure is of niet helder is. Ik bedoel, recentelijk aanbestedingen meer gedaan waarin dan partijen gewoon bezwaar konden aantekenen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan over deze methodiek toen. En daarmee dus ook in die zin dat dat ook gangbaar was toen zoals we die uitvraag hebben gedaan. We hebben begrepen dat Alstom juist wel vaak nadere toelichting heeft gevraagd. Precies op dit soort punten. Dat kan ik me niet herinneren. Wat er is, is dat zij hebben op een gegeven moment navraag gedaan op basis waarvan wij de gunning aan Ansaldo Breda hebben gedaan. Dat herinner ik me. En dat hebben we uitgelegd dat zij op prijs
duurder waren met de 230 variant ten opzichte van wat ze aanboden. Zij het marginaal, maar duurder. Dat zij een trein aanboden die qua functionaliteit slechter scoorde dan die. Dus dat hebben we uitgelegd. Dus die verklaring die kan ik me herinneren. Maar Alstom heeft eerder, juist in deze fase waar we het niet over hebben, waar het zo prettig zou zijn geweest als je precies van tevoren had aangegeven hoe zwaar iets weegt, hoeveel punten je kan verdienen. Over die fase heeft Alstom vragen gesteld, niet alleen maar aan het eind. Sorry, dat kan ik me echt niet meer herinneren. Dan nog iets anders. We hadden het net over die ophoging naar naar 250 km per uur. De heer Dupken zei vanochtend dat dat op verzoek van hem was, van HSA. Zijn argument was, dan kon ik ook de reiziger iets bieden voor die vertraging die in België zou oplopen. Hoe zat het nou precies? Wie heeft nou gevraagd aan Ansaldo Breda in die laatste fase om, om er een 250 trein van te maken? Zoals ik u vanuit mijn perspectief net aangaf, is dat we dat in een zeg maar commercieel gesprek met Ansaldo, dat Ansaldo dat heeft gedaan om die 230 goedkoper te maken en zelf is gekomen toen met een 250 aanbieding. Daar is niet, want normaal gesproken gebeurt dat met schriftelijk vragen, dat soort dingen leg je dan. Mij staat niet bij dat wij dat gedaan, maar dat kwam vanuit Ansaldo Breda. Dat is wat ik ervaren heb. Vanuit uw perspectief waar u zat in het hele proces, kwam het als een geschenk uit de hemel. En meneer Dupken zegt vanochtend, dat hebben wij gevraagd. Ik heb hier gewoon twee verschillende versies van de werkelijkheid. Ik kan u mijn verhaal vertellen zoals ik dat heb ervaren vanuit mijn rol en wat ik daar van weet. Kan het zijn dat iemand bovenover dat heeft gevraagd aan Ansaldo Breda en dat ze u daar niet van op de hoogte hebben gesteld? Ja, dat het zal gisteren zijn, dat weet ik niet. Ik kan u mijn verhaal vertellen zoals het hier gegaan is. En daarmee dus in de procedure waar ik hiervoor zit, u dat zo kan uitleggen. Dank u wel. Ik geef het woord aan de voorzitter. We gaan nog meer mensen spreken, dus het zal nog aan de orde komen. Wanneer bent u eigenlijk de onderhandelingen met Ansaldo Breda en met Alstom gestart? Dat was zo'n beetje met die detailbeoordeling vinden er al gesprekken plaats, zoals we net zeiden. Er worden dingen verbeterd in de zin van goed geïnterpreteerd, aangepast. Uiteindelijk stroomt dat over in een soort onderhandeling. Stroomt dat over in een soort onderhandeling? Dat klinkt een beetje hetzelfde als waar we het net over hadden. Het aan de eisen voldoen stroomt een beetje over in de gunningsfase. En dit is weer een doorstroom in de beoordeling van het eindresultaat. Maar waar staat dan de streep? Nu gaan we onderhandelen. Op het moment dat we de streep getrokken hadden van specificatie. Sorry. Gaat goed, er viel iets om. Ja. En uiteindelijk leidde dat tot die beste final offer. Daarvoor hebben we gesprekken nog gevoerd. Maar wanneer, u vertelt op vragen, maar ik wil graag antwoord. Wanneer bent u de onderhandelingen met Ansaldo Breda en Alstom gestart? Dat is wat in de praktijk niet echt op een moment is van dit is een. Dan was het Ansaldo Breda eind oktober en Alstom 26 november. Ik hoef het toch u niet te vertellen, meneer Smulders. Vertelt u mij nou gewoon, als ik u een vraag stel, wat het antwoord is. Dus met Ansaldo Breda bent u eind oktober gestart met onderhandelen en met Alstom 26 november. Dan is wel de vraag, waarom gebeurt dat niet gelijk? Als die datum zo, zoals u ze nu zegt, dat zou inderdaad kunnen kloppen. Dat had onder andere te maken, voor mij is dat even terugkijken naar toen, een soort proces wat in die zin dan in totaal gewoon loopt. In die zin heb ik dat niet zo scherp van wanneer nou precies met wie en wie. Maar dat had te maken met het feit dat Alstom ook nog een aantal technische dingen had. Dus ook die gesprekken werden nog gevoerd. Die ook nog opgelost moesten worden ten aanzien van het voldoen aan. Dus wanneer ik net aangaf in de procedure is vastgelegd dat de beoordelingsfase moet worden afgerond met een beoordeling op basis van gunningscriteria, voordat de onderhandelingen worden gestart, is dat in de praktijk niet helemaal zo gegaan. Maar begonnen de onderhandelingen voordat de beoordeling echt klaar was. Dat is een afwijking van de procedure, maar misschien heeft u daar een goede reden voor, dat het complex was.
Het liep in die zin in onze beeldvorming parallel, omdat je probeert beide op dat niveau te krijgen. Daar zitten verschillen tussen de partijen. Mm-hmm. En bij de ene waren we iets verder in dat verhaal, waardoor daarin ook de onderhandelingsgesprekken plaatsvonden. En bij de andere volgde dat daar gewoon eigenlijk nadat het ene was opgelost ook okay. Achter. En op enig moment, we hebben het er al even over gehad, vraagt de algemeen projectmanager meneer Kitsen en Alstom er alles aan te doen om die prijs naar beneden te krijgen. Waarom is dat verzoek wel aan Ansaldo Breda gedaan en niet aan Alstom? Ik kan me niet herinneren dat daar expliciet door de heer Kitsen dat zo gevraagd is. Laat ik zeggen, normaal gesproken, vanuit de commerciële rol die ik heb, zal ik ongetwijfeld ook aan beide partijen vanuit commercieel oogpunt doe je dat standaard. Mm-hmm. En zeggen dat de prijzen naar beneden moeten. Nou, wij vinden terug dat dat expliciet aan Ansaldo Breda is gevraagd. Zelfs wie dat heeft gevraagd, maar dat vinden wij niet terug aan Alstom. Ja, dat zou dan misschien ergens op papier, maar dat wil niet zeggen dat het niet zo expliciet aan die andere ook gevraagd is. Okay. En normaal gesproken, ik kan me niet herinneren dat dat niet zo zou zijn geweest. Kan het zo zijn dat op enig moment de voorkeur voor Ansaldo Breda gewoon begon te ontstaan? Ik zelf herken dat niet. Ook niet wanneer op dat moment in de stuurgroep materieel wordt gewisseld. In de onderhandelingen moet Ansaldo Breda de prioriteit krijgen omdat hier een unanieme voorkeur voor is? Nee, wat ik probeerde te zeggen ten aanzien van de offertes die er lagen, was de aanbieding van Ansaldo Breda in die zin de beste aanbieding. Maar herkent u mijn citaat? In de onderhandelingen moet Ansaldo Breda de prioriteit krijgen omdat hier een unanieme voorkeur voor is? Stuurgroep materieel? Ik herken dat niet. Ik was ook niet lid van de stuurgroep, okay. Dus ik herken dat niet. Okay. Zijn op een bepaald moment, even misschien een zijstapje hoor, maar de schemaker heeft op 15 mei bij Radio 1 gesuggereerd dat Alstom vooral niet de opdracht moest krijgen. Herkent u dat? Ik zelf niet, nee. Nooit aan de orde geweest? Nee. Binnen het team, zoals we daar zaten, was daar geen voorkeur. Wilden wij de beste aanbieding hebben. En de aanbieding die er lag toen van Ansaldo Breda was in zijn totaliteit de beste aanbieding. En had ook te maken met het feit dat Ansaldo Breda een enkel deks aanbood, wat misschien meer gemak dient voor de reiziger? Nou, een van de tweede criteria was dus in die zin ook vanuit de beste aanbieding naast prijs, was dat in die zin een betere aanbieding als product wat men daar neerlegde. En daar was dus dit een weging in? En dat was een van de criteria, dat was het tweede criteria waarnaar we keken. Dus dat was voordelig voor Ansaldo Breda. Maar het was niet geëxpliciteerd dat het liever een enkel dek dan een dubbel dek was? Klopt. Maar het effect van dat transparant? Nou, het effect van een enkel deks is bijvoorbeeld dat je, of een dubbel deks heeft als nadeel met bagage, trappen. Ja. Dus zo is er naar gekeken vanuit die functionaliteit. En daarmee in die zin een voorkeur voor enkel deks, want dat scoort dan beter. Maar dat was aan de partij zelf met welke oplossing ze zouden komen. Oké, dus functionaliteit van is bedrijfsgemak of gebruiksgemak moet ik zeggen. Ja. En omdat het een internationale trein is, dacht u daarbij aan enkel dek, dubbel dek? Maar heeft u niet geëxpliciteerd? Dat hebben we niet in die zin. Dat was aan de hand van de aanbiedingen die partijen zelf deden. En de een had dan het voordeel dat hij met zo'n enkel dek kwam. Oké, mevrouw Vos. Nog even over die voorkeur voor Ansaldo Breda die ontstaat. U zegt dat het een enkel dek is, maar was het ook niet een hartstikke mooi Italiaans design? Speelde dat nog mee? Pininfarina. Sorry? Pininfarina, dat schijnt een hele goede Italiaanse ontwerper te zijn. Ja, maar die stond uiteindelijk ook niet op de trein met zijn naam. Dus ik denk dat het met name, tenminste zoals ik me dat herinner, een enkel deks boven een dubbel deks heeft gewoon een aantal voordelen ten aanzien. En dat was die functionaliteit. De aanbieding van Ansaldo Breda, of van Alstom met een dubbeldeks had ook wat bijzondere kenmerken, omdat ze met zijwindgevoeligheid een aantal dingen moesten doen. Maar dat was vanuit de techniek geredeneerd. Ik kan me niet herinneren dat design daarin dan
Natuurlijk, als je een designer vraagt, dan zal die zeggen, ja, dat is fijn, want daar staat er zo'n naam op. Maar in de beoordeling aan zich kan ik me niet herinneren dat dat een factor heeft gespeeld. Helemaal niet, dat dat ook een iets mooiers was. Ja, volgens mij smaken die zijn verschillend. Nogmaals, dat ik kan me niet herinneren dat dat een ding was in de beoordeling. In ieder geval niet in uw team. Volgens mij, ik mij dat herinner niet. Nee. Dan gaan we naar de laatste fase, de best and final offer. U had het net al een paar keer daarover. Kunt u uitleggen wat het best and final offer inhoudt? Ja, wat je dan doet, nadat we dus vanuit die detailbeoordeling uiteindelijk zijn gekomen tot waar we waren met beide partijen, dan zeg je, nou, dit is wat ik acceptabel vind en ik wil dat je hier je best and final offer, eigenlijk zeg je mee, doe een laatste ultieme poging om met je beste bieding te komen. Dan doen partijen dat, die weten wat we willen, hè, want we hebben al die eisen met elkaar doorbesproken, dus die weten wat we willen en die doen dan nog een, als het ware een laatste poging om met een aantrekkelijke prijs, met een aantrekkelijk, wat men dan nog kan doen op basis van de criteria die we hadden aangegeven. Ja. Ansaldo Breda dient dan op 1 december 2003 hun best en final offer in, maar daarna veranderen zij heel vaak nog hun definitieve bod. Met 11 extra klapstoelen, er kan nog een toilet verwijderd worden. Het aantal zitplaatsen kunnen worden toegenomen tot 546 en zelfs 548 zitplaatsen. Dat is toch tegenstrijdig met het idee van een best and final offer? Hoe kan dat dan? Ik weet niet precies zo ook wat u nog klapstoelen en wat op een gegeven moment wordt gedaan is, dan zeg je een best and final offer. Ja. Met die best and final offer deed Ansaldo een aanbieding. Alstom was volgens mij uit mijn herinnering een paar dagen later met een best and final offer. En op basis daarvan ga je dan de beoordeling doen. Mij staat niet bij meer of daar nog dingen zijn veranderd, als ik heel eerlijk ben. Nou ja, het is gewoon gebeurd. Dus na dus hun final offer op 1 december hebben ze nog een aantal dingen gewijzigd. Mag dat nou? Ik weet even niet wat precies of dat nog voor die datum was dat we hadden aangegeven dat die aanbieding binnen moest zijn. Nee, het is gebeurd, maar mag dat dan volgens de procedure die we net samen hebben geschetst? Zij mogen een best en final offer indienen en als die daar dan dit nog mogelijk maakt voordat wij daadwerkelijk de beoordeling doen. Dat mocht. En het was ook duidelijk voor alle partijen dat final niet zo final hoefde te zijn. Nou, ik kan me echt dat proces ook in die zin niet zo herinneren van wat daar nou precies dan eventueel nog aangepast was. En wat er precies als best en final offer al lag en dat weet ik niet. Nou, we constateren gewoon dat het gebeurd is en dat dat best en final offer dus niet zo final was. Dus ook weer een onduidelijkheid in de uiteindelijk toegepaste procedure. De best en final offers van Ansaldo Breda en Alstom. Alstom komt inderdaad 5 december. Heeft u die nou volledig beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria, die 5 gunningscriteria waar we het eerder over gehad, en een rangschikking gemaakt tussen de 2 aanbieders, Ansaldo Breda en Alstom? Ja, wat er toen uiteindelijk is er een, op basis van die aanbieding is er een beoordeling gedaan. Mm-hmm. Op de criteria. En aan de hand van die beoordeling was er een voorkeur voor Ansaldo Breda. Maar kan je dat nou doen zonder dat je een duidelijke weging hebt gegeven van die gunningscriteria? Wat daar lag was dat op de 5 criteria Ansaldo het best scoorde op de prijs. Zij het marginaal waar we het net over hadden, dat idee van een hele goedkope Italiaanse trein. Dat niet in combinatie met de prijs van Alstom, omdat dat niet zo is, maar ze waren goedkoper. Op het tweede criterium, namelijk die functionaliteit waar we het net over hebben gehad, enkeldex variant, scoorden zij ook beter. Met redenen zoals net aangegeven. Ten aanzien van de andere criteria, technologieën, hadden ze allebei. Alstom kwam met een locomotief, de T13. En Ansaldo pakte vooral de technologieën vanuit de ETR en de IC4. Dus dat was als gelijkwaardig beoordeeld door vanuit de technische specialisten zoals ze er waren. En zo was dat afgebed. En uiteindelijk met die criteria en die beoordeling kwam dus ook zeker vanuit de 2 hoofdcriteria waar Ansaldo beter op scoorde, een voorkeur voor Ansaldo naar boven.
Maar Ansaldo Breda was niet de goedkoopste in ieder geval, want die was ook duurder met zijn V250 variant, toch, uiteindelijk? Uiteindelijk, wat daar gebeurde, was dat na die best en final offer kwamen we in een situatie terecht waarin we dus het aantal reduceren. Dus we hadden nog geen finale keuze of besluit genomen, ja. Want dat was de beoordeling zoals die er toen lag. We hebben het nu heel veel gehad over die manier waarop u dat weegt. En u heeft zelf, had u daar moeite mee met de manier waarop het ging? U heeft een mail gestuurd op 11 december 2003 dat u daar moeite van mee heeft. Ik als NSR Inkoop, omdat die voorkeur van Ansaldo Breda die ontstaat. Klopt. Omdat die niet onderbouwd wordt, niet kwantitatief. En dan een dag later schrijft u het ongeveer hetzelfde. Ik heb het memo van commentaar voorzien. Belangrijk voor mij is dat die onderbouwing voor het toch kiezen van de dure variant aangetoond wordt. Klopt. Ja, ik herken die mail ook. Ja. Dus in die zin geen verrassing hoor. Wat daarmee bedoeld werd is dat een van de dingen is dat die functionaliteit, dat positief is. Hè, dat ik wilde daar onderbouwing voor hebben dat ook zo is, want het dossier moet op orde zijn, zoals we dat toenertijd zeiden. Dus van prijs wisten we het. En ik wilde gewoon ook even zeker weten dat we daadwerkelijk met een enkel dextrein, dat ook gewoon echt voordeliger was, aansprekender was voor onze reizigers. Dus dat heb ik toen aan de projectmanager kenbaar gemaakt, van ik wil dat die onderbouwing er is. En die moest zorgen voor die onderbouwing. Heeft u die onderbouwing uiteindelijk gekregen? Dat staat me echt niet meer bij. Ik weet wel dat de onderbouwing er zou zijn. En dat is wat ik nog weet van toen nog tijd. Het is toch best belangrijk. U bent zenuwinkoper, u maakt zich druk. Ja. U wil een kwantitatieve onderbouwing. Ja. Dat kan eigenlijk niet volgens de manier eigenlijk waarop u het doet. En dan weet u niet meer of u die gekregen heeft. Ik weet niet of ik hem fysiek gekregen heb. Of gelezen heeft. Mij staat bij dat ook mij niet bevestigd. Dat moment dat u dacht van ja, ik kan u gewoon met alle volle vertrouwen van Ansaldo Breda kiezen. In die zin, ten opzichte van die 230, konden we en met de terugkoppeling die ik toen ook kreeg van de projectmanager, konden we daarvoor kiezen. Maar het ging niet helemaal volgens de manier waarop u gewend was vanuit ik als NSR Inkoop. Met een kwantitatieve onderbouwing. Ik kon nog niet met alleen een stelling, als het ware, in die zin, voor mijn gevoel toen. Dus ik heb dat gezegd. Ik heb gezegd, van, ik wil dat. En met het gesprek en wat er toen is, uiteindelijk stond ik achter op die keuze ook. We zitten in die best en final offer fase. En dan komt ook weer die Ansaldo Breda met een trein die in één keer 250 kilometer per uur kan. Daar hebben we het net al even over gehad. We hebben vastgesteld dat de heer Dupken iets zegt dat gevraagd is vanuit Nederland, vanuit HSA. U weet dat niet. Maar toch nog één keer. Een treinenbouw biedt toch niet zomaar een dermate versnelling aan? Dat doen ze toch niet uit zichzelf? Wat ik u net heb proberen te vertellen is dat waar ik bij was en wat ik heb beleefd is dat Ansaldo heeft getracht die 230 goedkoper te maken. Dat ze zelf met de 250, wellicht omdat ze dingen ook in Nederland gehoord hebben rond, ik weet het niet. Zij boden dat zelf aan, in ieder geval binnen onze tender. Mm-hmm. En daarmee iets aantrekkelijks te willen aanbieden, waarschijnlijk. Nou, en dat is zoals ik het beleefd heb en zoals ik het ervaar. Heeft u niet ergens druk van buitenaf ervaren? Misschien minister Peijs, we hadden het in het vorige gesprek over een voortgangsmemorandum. Om toch met een snellere trein te gaan rijden? Een hoge snelheidstrein? Nou, ten aanzien van de, want toen zaten we nog ook nog naar die best en final offer. Hè. Het feit dat als Tom zelf op een gegeven moment daar geen zij hadden natuurlijk nog een aanbieding ook toen kunnen doen. Dus ik voelde die druk aan zich op dat moment, het was de situatie zoals die was. Ansaldo bood dat aan in de aanbesteding. Mm-hmm. En daarmee was dat voor mij een gegeven wat er ook was. En niet meer en minder. En ook weer niet een wezenlijke wijziging, had het net over gehad. In het begin, bij het selectiecriterium, Ansaldo Breda is niet beoordeeld op het feit of ze zelfstandig een hoge snelheidstrein kunnen bouwen. Dat was niet hard te maken. En vervolgens twee behoorlijke wijzigingen in de snelheid. Dat kon allemaal volgens de procedure, zegt u. Binnen het concept van wat Ansaldo als trein aanbood, was dat geen wezenlijke wijziging voor het treinconcept. Dat was wat toen.
5 december was dus de deadline voor de best en final offer. Wanneer is in uw beleving nou de trein aanbieding 2,50 geworden? Van 2,30 naar 2,50? Van 2,30 naar 2,50, dat is pas gebeurd nadat Alstom was afgevallen. Of na of voor 5 december? Wat bedoelt u met 2,50? Dat een aanbod van Ansaldo Breda, dat die trein 2,50 daar lag, daarvoor lag die, dat aanbod. Voor het best en final offer? Ja. Oké, moest u even vastgesteld hebben. Alleen de keuze daarvoor, dat is even de verwarring die dat bij mij is, die werd later pas gemaakt, nadat Alstom was afgevallen. Ja, daar komen we straks op. Dus als ik het even goed begrijp, Ansaldo Breda zit dan in de race met een trein van die 250 km per uur kan rijden. En die is dan duurder, dat las ik ook in uw mail, dan het bod van Alstom. De 230 was goedkoper en de 250 was duurder. En u heeft een bieding van Alstom en die is goedkoper dan de V250 van Ansaldo Breda op dat moment. Maar ik heb een aanbieding van Ansaldo waar we op toetsen die goedkoper was dan Alstom, namelijk de 230. Dus die heeft die 230 vergeleken met die van Alstom? Vanuit de beoordeling die er toen was, was dat ook waardoor de voorkeur er was ten opzichte van de 230. Omdat die goedkoper was? En dat die functioneel de functionaliteiten had en daarmee beter scoorde. En dan daarna is dan toch Ansaldo Breda weer beter omdat die sneller is? Nee, daarna lag er geen aanbieding meer van Alstom. Was het alleen nog maar Ansaldo Breda die in de race was? Ja. En is er in de stuurgroep de afweging toen gemaakt, daarna, omdat er nog één partij in de race was, om toch te kiezen voor een 250? Maar die V30, die trein die 230 kon, die koopt u uiteindelijk dus niet. U koopt een andere trein. Daar zit een verschil tussen in de beoordeling en de prijzen. Hè? Want dat is inderdaad, zoals u dat zegt, 230 Ansaldo goedkoper dan even de 220 van Alstom toen. 250 iets duurder dan de Alstom-trein. Vervolgens gaan we naar de beste final offer, waarbij Alstom zich in ieder geval geen aanbieding doet voor het gereduceerd aantal treinstellen. Dus blijft Ansaldo Breda over. En daar wordt dan op dat moment... We gaan even naar de reden waarom Alstom geen bieding meer doet. Want die best en final offers van begin december 2003... die zijn gebaseerd op het oorspronkelijke aantal treinen. Dat is 16 met een optie op 10, dus 26 treinen. En dan halverwege december, dan zitten we dus eigenlijk al diep in die best en final offer fase. Dan verandert het aantal te bestellen treinen. En behoorlijk fundamenteel naar 12. Dus van 12 dus met een optie op 7, dus uiteindelijk 19 in potentie. Maar in november 2003, dan zijn er al twijfels over welk aantal ze nou moeten bestellen. Daar hebben we het net uitgebreid met de heer Dupken over gehad. Dat was niet alleen omdat de Belgische spoorwegen wellicht minder wilden bestellen, maar ook omdat de HSA/NS dachten, we kunnen ook wel langzamer ingroeien, dan hebben we minder treinen nodig. Die discussie speelde al in november. Klopt dat? Wist u dat? Was u daarvan op de hoogte? Dat er allerlei discussies liepen, ja, maar voor mij als vanuit mijn rol was het belangrijk om te weten hoeveel treinen we moesten en wilden kopen. Ja. Wij zaten tot aan die best en final offer op 23 treinstellen. Vervolgens was er die discussie rondom Breda-Brussel met de NMBS en HSA. Mm-hmm. En hebben wij uiteindelijk, ondanks dat er een best en final offer lag, het aantal naar beneden bijgesteld en beide partijen, Alstom en Ansaldo, gevraagd om op basis van die nieuwe aantal treinstellen een aanbieding te doen. Ja, maar dat lag niet alleen in België, want dat ging maar om 3 treinen, hè, over die lijnen met Breda. Dat ging over de vermindering van het aantal treinen die HSA zelf had bedacht om een langzamer ingroeipad te hebben. Dus het ging om een aanzienlijker aantal treinen. Waarom vraagt u dan beide partijen, Ansaldo Breda en Alstom, om een best en final offer, terwijl u wist dat er minder treinen besteld moesten worden? Ik wist dat niet, even vandaag. U wist alleen van de discussie? Ja. U wist dat er onzekerheid was over het aantal treinen en toch gaat u dan als hoofdinkoper toch maar die best en final offer vragen? Nou, wat er op dat moment bekend was, dat is wat ons medegedeeld is vanuit de projectmanager. En dat was het aantal. Daar is de best en final offer op gevraagd. En dat er dan gereduceerd wordt, ja, dat was onbekend bij mij. Had u eigenlijk
enige invloed op die beslissing? Op die beslissing van het reduceren van het aantal treinstellen, bedoelt u? Nee, niet dat ik dat... U moest ermee doen. Van wie hoorde u dat trouwens? Dat was een feit, maar wie vertelt u dat dan? Zo halverwege van, sorry Tony... Zoals de projectmanager in dit geval heeft dat teruggegeven. En samen met de projectmanager heb ik vervolgens ook direct contact opgenomen met zowel Ansaldo Breda als met Alstom, om ze daarover te informeren. Had u dat eigenlijk moeten weten, dat dit speelde, als hoofdinkoper? Als senior inkoper had ik dit... voor mij was het een gegeven, een feit ten aanzien van het proces. Uiteindelijk, ja, nee. Ik bedoel, dat was die discussies die liepen op een andere, bij andere partijen, zeg maar. Dus in die zin is het prettig als je weet wat er gaat aankomen, maar ja. U bent een rader in dat geheel en wat dat betreft, dit soort belangrijke besluiten heeft u geen invloed op. U moet dat gewoon doorvertalen naar het werk waar u op dat Ik heb geen invloed doen. Gehad op dat aantal treinstellen in die zin. Dan hoort Ansaldo Breda op 11 december dat het minder wordt van u. En Alstom hoort dat op 18 december. Klopt dat? We hebben beide gebeld. Zodra we dat wisten, want we was een vertegenwoordiger in Nederland. Dus we hebben telefonisch contact, omdat we vonden dat dat zo snel mogelijk bekend moest zijn. En vervolgens hebben we ook beide partijen een brief gestuurd met daarbij de uitleg waarom het aantal gereduceerd werd. Dus ze wisten het sowieso al in die zin telefonisch. Maar vervolgens doe je dat ook nog even formeel. U heeft ze wel op dezelfde dag telefonisch geïnformeerd, maar ze kregen een week van elkaar, kregen ze de officiële verzoek. In mijn beleving viel dat bij elkaar uit. Dus ja, de brief met het verzoek, dat lag er bij beide. In mijn beleving in dezelfde tijd, dezelfde periode. En was u zich op dat moment ervan bewust dat die enorme bijstelling naar beneden, dat dat grote consequenties kon hebben voor het proces waar u in zat? Voor de aanbiedingen van Ansaldo Breda en Alstom? In die zin uiteraard was ik daar ook niet zo content mee, omdat je eerst die best en final offer had op dat aantal van 23. En daarmee dat iets kon betekenen, dat was een effect wat kon optreden. Een effect wat kon optreden. Dat was u zich van bewust. Maar is er op dat moment in uw team door uzelf overwogen om die aanbesteding te staken en over te gaan op heraanbesteding? Nee, en niet dat ik dat nog kan herinneren. En ik denk ook met name omdat er gewoon een aanbieding lag op dat moment van, in dit geval Ansaldo Breda, die ook verder prima was. Die voldeed aan de eisen die wij stelden en wilden. En daarmee, in die zin, daar lag waar we mee verder konden. Nog even de vraag, waarom is Ansaldo Breda nou een week eerder op de hoogte gebracht van die wijzigingen? Mij staat echt niet bij dat die een week eerder, wat ik al zei, we hebben telefonisch bij. Staat u niet bij, maar wat kan de reden zijn? Misschien het niet bereiken of het, ik weet niet wat de reden precies was. Toen hadden ze ook telefoons en e-mail. Ja, dus daarom zeg ik u ook van, ik weet zeker dat we op het moment dat we met de vertegenwoordiger, want er was een Nederlandse vertegenwoordiger van Alstom, dat we die direct gebeld hebben en daarover geïnformeerd hebben. Net als dat we dat bij onze Italiaanse vertegenwoordiger gedaan hebben. En daarmee is daar contact geweest. Dat is toch echt wel later. Want wij uit onze gegevens blijkt dat pas op 18 december was, dat mailtje. Ja, maar het zijn een aantal dingen, stappen volgens mij. We hebben een telefoontje gepleegd, volgens mij in die zin. Er is een mail gestuurd inderdaad. En er is een brief gestuurd, een brief waarin ook nog formeel beide partijen dan ook formeel wordt verzocht om een aangepaste aanbieding te doen. En ik kan me niet herinneren dat die formele brief daarin anders qua datum is. Oké, u zegt, u weet er niks van. Of waarom, zeg maar, Ansaldo Breda eerder wordt geïnformeerd. We stellen gewoon vast dat het zo is. Nee, ik zeg dat we ze beide op het moment hebben ze gebeld en gezegd van, dit is er aan de hand, dat komt jullie kant op. En wat ik niet weet is in hoeverre ik telefonisch contact echt, of dat dat dan even daarna met de, maar vervolgens is er een brief gestuurd naar beide partijen, formele brief van
dit is wat er nu gebeurt. Dit zijn de aantallen. Dit zijn de aanpassingen die wij van u verwachten. Want er gebeurde naast het aantal reduceren, betekende het ook dat het onderhoud niet in één werkplaats moest worden uitgevoerd, maar in twee werkplaatsen. Dus dat soort informatie was bij beide partijen toen tegelijkertijd om weer een aangepaste aanbieding te kunnen doen. Dan wordt aan hen dus dat gevraagd. En dan weigert Alstom met redenen om op dat verzoek in te gaan. Want zij zeggen van best een final offer, dat hebben we gedaan. U moet ons beoordelen op dat bod dat we 5 december hebben gedaan. Vond u terecht dat Alstom weigerde op dat verzoek tot een nieuw best een final offer in te gaan? Nee, in die zin dat wij die transparantie, zoals we eerder zeiden, dat vonden wij heel belangrijk, dat vinden we heel belangrijk, dat doen we alles voor. Wij vonden het heel transparant en eerlijk en objectief om partijen op basis van dan het daadwerkelijke aantal treinstellen een aanbieding te laten doen. En het juist niet correct om het te doen op een aantal waarvan je weet dat dat er niet gaat zijn. Dus in die zin, we hadden dat ook vanuit juridisch oogpunt getoetst. Was dat ook volhouden aan onze transparantiebeginselen en doen en beide allebei dezelfde kans geven, zeg maar. Je kunt ook andersom redeneren, dat Alstom gelijk had van ja, we hebben hier nu een final offer met en je kunt ons ook beoordelen, prijs per zitplaats, op wat we nu geboden hebben en ga dan maar, dan kunnen we daar nog verder kijken over het aantal. Ja, wij redeneerden van de andere kant en daarnaast was het, wat ik u probeerde ook te zeggen, is dat als Alstom, er was al een lichte voorkeur voor. Er was een voorkeur al voor Ansaldo ten aanzien van de. Dus dit was een extra kans voor Alstom. Zo kan je hem ook om uiteindelijk nog een betere aanbieding te doen op basis van het gereduceerde aantal. Wist Ansaldo Breda, suggereert u nou dat Alstom wist dat Ansaldo Breda de voorkeur had? Nee. Oh, nee. Juist omdat ze dat niet wisten. Nee. Dat wisten ze niet. Maar in principe was dit natuurlijk ook nog een kans voor Alstom geweest om nog beter te scoren dan dat ze tot nu toe gedaan hadden. Dus wij redeneerden van die kant, zij redeneerden misschien van die kant niet, dus niet wetende hoe zij ervoor stonden. Ja. Maar dit was een kans geweest voor Alstom om alsnog een betere aanbieding te doen. De heer Dupken had het net over een fuik. U zit nu, omdat Alstom geen nieuw aanbod wil doen, met één aanbieder, Ansaldo Breda. Is dat voor u als inkoper nou een onwenselijke situatie? Je hebt nog maar één bod en je blijft maar met één partij over. Onwenselijk. Je streeft naar zoveel mogelijk concurrentie tot het eind, commercieel gezien. Ja. Maar er lag een terms and conditions, er lag een aanbieding die voldeed aan. Dus in die zin, het was ook niet zo dat er nog geen contract was of commerciële condities, die lagen er al. En daarmee was er gewoon prima om met Ansaldo Breda te komen tot een contract. Idealiter heb je er meer, tuurlijk, maar ook niet zo dat dit onoverkomelijk was. U lag er niet wakker van? Wakker is een groot woord. Nogmaals, beter als je er meer hebt tot de eindstreep. Maar in dit geval, en het maakte af en toe de discussies misschien wat feller. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een contract wat nog steeds staat en dat een prima contract is. Ik geef het woord aan de voorzitter. Maar de laatste fase, dat sluiten van het contract, liep nog wel behoorlijk moeizaam. Waarom was dat? Heeft een aantal redenen. Eén is omdat je vanuit de aanbieding die Ansaldo Breda doet ook technische specificatie probeert te matchen. Dat zijn behoorlijke pakketten aan. Die probeer je dus verder ook echt goed met elkaar op te schrijven. Verder wilden wij het contract nog in een bepaalde vorm hebben. Waardoor we daar nog even het gesprek over wilde hadden. Wilde u dat of wilde NSFSC dat? We in de zin van dat. Er inmiddels ook een bepaalde manier van een contract was, wat gewoon ook de terms en condities inpaste van dit contract. En die omzetting wilden we graag doen. Ook omdat we daarmee nog juridisch een aantal dingen goed met elkaar definitiever en specifieker vastgelegd hebben, om later daar discussies te voorkomen. Dus het was een extra slag tot een beter contract, zeg maar. Maar hebben wij het nou goed begrepen dat over het leverschema nog veel te doen is geweest? Over het leverschema is nog, denk ik inderdaad, wel een aantal keren nog gesproken, ja. In de zin van levertijd onaanvaardbaar gesproken, bedoelt u? In de zin van, hoe kunnen we nog een betere levertijd krijgen, zodanig dat. Nou ja, en dat is hetzelfde als onaanvaardbaar leverschema in de laatste fase.
Wij hebben nog gekeken of dat we het leverschema konden verbeteren. Was dat nou handig om die enorme druk erop te leggen, gelet op het feit wat je ziet wat er later is gebeurd? Dat is een vraag die ik niet alleen kan, dat is dus ook vanuit de leverancier van wat is er mogelijk. We hebben toen gekeken naar onder andere kunnen zij nog een aantal testen wel of niet versnellen. Of dat uiteindelijk verstandig is geweest, dat is achteraf lastig in te schatten. Maar u herkent wel dat wij hebben begrepen dat het leverschema juist in die laatste fase echt een issue werd. Het leverschema was in mijn beleving al vanaf het begin gewoon een issue, want we kwamen van een strakker schema dan uiteindelijk gecontracteerd is. Dus dat was altijd al een issue in dat opzicht wat mij betreft. Ik zelf ervaarde dat niet als een nog extra. Kijken wat nog mogelijk is om nog beter schema te krijgen, daar was wel een behoefte aan. Oké. Op een bepaald moment komt NSFSC, dus degene die uiteindelijk de treinen koopt en leest aan HSA, NSFSC, gevestigd in Ierland, in een soort hoofdrol. De heer Van Dijk, die gaat op een bepaald moment het contract sluiten. Hoe is nou die overeenstemming daarmee gekomen? Die overeenstemming met wie? U en NSFSC en vervolgens Ansaldo Breda. Liep dat soepel? Ja. Okay. Maar niet alleen, maar ook met de NBS, want het was niet alleen NS. Hè, dus we zaten samen met NBS, NNS, Schrap en Financial Service, de heer Van Dijk, ik zaten daar aan tafel om tot die finale onderhandelingen met Ansaldo de definitief contract op te stellen. En dat verliep in die optiek vanuit mijn relatie prima. Maar u herkent wel dat op een bepaald moment Van Dijk degene was die contracten sloot en overeenstemming probeerde te komen. En met name die leverschema's nog wel een ding werden. Er was vervolgens een team wat daarmee bezig was, waar meneer Van Dijk ook inderdaad deel van uitmaakte. En was het uiteindelijk zo dat iedereen tevreden was over de koopovereenkomst, zoals die werd getekend in mei 2004? Wij waren tevreden in ieder geval. Ik weet niet wie iedereen is, maar we waren tevreden met het contract wat er lag. De inkomens in de zin waren van, maar volgens mij lag daar ook een contract voor een trein die in ieder geval een prima trein was vanwege die functionaliteit zoals ze. Dus in die zin was iedereen tevreden. Dus niet alleen contract commercieel. Maar vrij kort daarvoor, maken wij uit de stukken op, is er nog echt serieus nagedacht om niet met Ansaldo Breda verder te gaan. Maar er zaten zulke grote commerciële risico's in om nu terug te schakelen, dat eigenlijk te grote commerciële risico's en vertragingen zou betekenen. Waar komt dan zo'n zin vandaan? Omdat er vanaf de situatie waar we komen met een trein die al allerlei eisen moet voldoen, er altijd risico's in zitten. Dat is ook altijd wel in die zin erkend. Maar het contract wat er lag, een beter contract krijgen via een andere partij of iets dergelijks, en dat is waarom ik zeg, er lag een prima contract vanuit een aanbestedingsfase waar je de eindstreep haalt, dat was in die zin een prima contract. Maar dat een van de leveranciers, in dit geval Ansaldo Breda, nog terugkomt op eerdere toezeggingen, kritieke punten in de planning, extra kosten omdat er sneller geleverd moet worden, het gaat ineens ook allemaal duurder worden, men wordt kritisch, men krijgt het idee, nou nu wordt het echt tricky, want er zal echt commitment komen van iedereen, maar we kunnen niet meer terug. Als ik u dat voorhoud, dan klinkt dat toch een beetje anders dan wat u nu heel relaxed zegt, van nou ja, we hadden een beetje, het liep zo'n beetje naar het eind. Ik vind dit andere teksten. Nee, dat is ook niet de suggestie die ik wil wekken. Okay. In die welke zin, suggestie wil u dan wekken? Misschien is het beter als u dan een scherp antwoord geeft in plaats van de suggestie. Dit was bij alle partijen een issue. Dus ook bij de firma Alstom hadden dergelijke condities deel uitgemaakt van het contract. Dus als dan het contract wat er uiteindelijk ligt, dat was het maximaal haalbare contract wat er ligt. En dat was in die zin dan een prima contract. Maar is het nou gebruikelijk dat in die laatste fase een partij met wie je dus alleen nog maar wordt onderhandeld, serieus terugkomt om eerder gedane toezeggingen over een immuniteitsperiode en over de boetes en over de schade en over de planning en over de kosten?
Dat is toch een totale terugonderhandeling, als ik dat zo lees. En wat daar gebeurde is dat er ook een vraag van onze kant tegenover stond. Dat was namelijk, kun je eerder leveren? Hè? Want dat hadden we net over. En waarom daar zit... die druk is omdat iedereen er op een moment ook inderdaad achter kwam dat het never nooit niet zo zou zijn dat april 2007 die treinen gingen rijden. Omdat er een opdruk was om te zorgen dat we inderdaad 1 april 2000 kijken of dat op die manier lukte. En daarmee met zo'n vraag zie je dat de andere partij daar ook op reageert. En dan komen dit soort... Dus in die zin was dat van de andere kant van Ansaldo ook... Dat kan ik dan doen, maar dat betekent wel dat... Maar dat was toch de vraag in het begin? In het begin is toch de vraag, lever die treinen op 1 april 2007? Ja. En dan gaan jullie een heel traject in. Ja. En uiteindelijk zeggen jullie tegen elkaar, oké, het zijn weliswaar minder treinen, maar we gaan dan leveren. En dan ontstaat er een hele discussie, dat de levertijden niet worden gehaald, dat de boeteclausules opnieuw in bespreking komen, dat de immuniteit opnieuw in bespreking komt. En dat er eigenlijk wordt gezegd, ja, wat nu? Dat is toch bijzonder? Is dat niet bijzonder? Bijzonder in de zin van als wij daar dus ook van onze kant probeerden nog te kijken of dat er versneld is. Dat er aan de andere kant van het palet wordt gekeken, ja, maar wat voor risico's levert dat eventueel extra op? En dat zij daar op een andere manier een aantal dingen tegenover stellen, dat is in die zin niet bijzonder. Maar als de heer Dupken, die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van het vervoer, zegt, het was eigenlijk één fuik. En in die laatste fase sloegen ze ook nog een touw om die fuik. Dan klinkt dat toch heel anders dan dat u hier cool als inkoper zegt, ja, dan denk je, zo gaan die dingen. Moest een beetje levertijd sneller. Wat uiteindelijk de fuik die er is, is dat we vanaf het begin van het traject, vanuit die moeilijke eisen die er waren, wisten dat het lastig was. Maar in die zin met dat leverschema, zoals we van begin tot eind hebben besproken met elkaar. En dat uiteindelijk, maar dat kon je niet wegnemen bij welke partij dan ook. Want daar hadden ze allemaal een issue mee. Dus als het dan gaat om het contract wat er uiteindelijk deed, dat was inderdaad het maximaal haalbare. En dat daarin een aantal risico's zaten. En de fuik, dat zat daar dan deels ook in die zin in. Alleen, maar als de heer Kitsen uiteindelijk zegt dat het verrassend is dat er ineens een nieuw leverschema komt. En dat het een hele langere testtijd zal komen. Het klinkt niet alsof u verrast was. U zegt gewoon, ja, op aan het levensschema. Nee, we waren daar in die zin natuurlijk wel van, hier worden andere tests en men stelt een aantal eisen. Hè, want in het contract staan een aantal terms en conditions en aannames die er gedaan zijn, die horen bij het levensschema. Die aannames die suggereren dat het lastig zal zijn op sommige gebieden. Alleen wat ik probeer aan te geven is dat die aannames er ook bij de andere partijen in zaten. Dus in die zin... Mm-hmm. Het contract met Ansaldo of met een andere partij had dezelfde kenmerken gehad. Dezelfde fuik waar het touw omheen ging. Dezelfde kenmerken in die zin dat er dus weer, is de baan beschikbaar, is die voldoende beschikbaar voor ERTMS? Dat was bij alle partijen een issue. Een aanbestedingsprocedure is eigenlijk in de kern dus bedoeld om het beste product te krijgen tegen de beste prijs. Ja. Een duidelijke en eerlijke competitie. Vindt u nou, als we kijken naar deze aanbesteding, dat op alle punten het is gegaan zoals het was bedacht en dat dat ook het eindresultaat was, met één keuze, met stevige onderhandelingen in de laatste fase? Het proces zoals we dat hebben gedaan van begin tot eind in al die stappen, dat is een eerlijk en goed en transparant proces geweest. Met de eisen die er waren vanuit het technisch bestek en die ons opgelegd werden vanuit de staat... dat maakte dit proces complex en daar zaten een aantal onbekendheden in. Uiteindelijk heeft dat voor wat er lag op tafel aan aanbiedingen tot het beste product toen op dat moment met tekenen van het contract en terms en conditions geleid. Maar we hebben veel tijd besteed aan het totale proces en we hebben u een aantal malen voorgehouden dat we hebben gezien dat op het moment dat er aan de eisen moest zijn voldaan, eigenlijk al in de beoordelingen stappen werden gezet. Toen nog niet aan alle eisen en de hele beoordeling klaar was, werd er met verschillende partijen op verschillende momenten onderhandeld. En dat er op een bepaald moment weet van was binnen de organisatie dat de aantallen naar beneden zouden gaan.
er toch een best en final offer is gevraagd. En uiteindelijk inderdaad die aantallen naar beneden gingen. Dus in dat hele proces, wat je zou kunnen duiden als toch behoorlijk rommelig en doorschietend van de ene fase in de andere fase. Daarvan zegt u, dit is gewoon een prima proces geweest. Vanuit het inkoopproces en wat ik u heb aangegeven is van het aantal reduceren, daar heb ik volgens mij ook aangegeven. Ja, maar ik ben even heel scherp op het totale proces. U herkent met mij dat de verschillende fases af en toe in elkaar doorliepen. Dat er is onderhandeld op verschillende momenten met verschillende partijen. Niet tegelijk de onderhandeling nadat aan alle eisen was voldaan is gestart. En dat er een uitvraag is gedaan toen al de wolk erboven hing. Het aantal wordt minder, maar we gaan toch nu, misschien niet u, maar de organisatie, toch best een final offer vragen. Dat herkent u toch, of niet? Het proces is zo gegaan zoals we het net besproken hebben. Oké. Okay. Vindt u het nou een succesvolle procedure geweest? Succesvol, nee, in die zin. Wat u net zelf zegt, van de 23 naar 12 en zo, dat zijn natuurlijk niet dingen waar je normaal gesproken vooraf in zo'n proces rekening mee houdt. Dat maakt het rommelig aan het eind. Ja, uw term is rommelig, dat is niet mijn term. Maar in die zin, dat zijn niet elementen die je graag in zo'n aanbesteding naar boven hebt natuurlijk. Heeft u alles overzien signalen gehad of ideeën gehad over onregelmatigheden in het totale proces? Nee. Zijn er nog dingen over het proces die wij moeten meewegen, maar die nog niet zijn genoemd? Nee. Kijk even mijn collega's of iemand nog een aanvullende vraag heeft. De heer Elias. Ja, heel kort, heel technisch. Ik heb de hele middag geboeid naar u zitten luisteren. Ik heb namelijk als ondernemer ook wel te maken gehad met aanbestedingen en alle ellende daaromheen. Er is één ding dat ik u nog wil vragen. De deadline voor de best and final offer is 5 december 2003. Ansaldo Breda komt met een offerte op 1 december. Dan doen ze nog een aantal aanpassingen op 5 december. Had u een gesprek over met mevrouw Vos? Dat kan. Daarna, terwijl de echte deadline voorbij is, komt er en op 10 december en op 11 december nog een aanpassing. Relatief klein, maar het gaat om het principe. Er komen meer zitplaatsen bij. Dan is toch de conclusie dat op dat moment er niet een eerlijk speelveld is ten opzichte van de andere inschrijver die op dat moment nog niet afgeschreven is? Nogmaals, ik herken niet dit proces dat het niet eerlijk zou zijn gegaan. Ik stel u een feitelijke vraag. Ja. Na de deadline is er één partij die nog een paar kleine wijzigingen met een paar kleine wijzigingen in het final offer komt, na de deadline. Een ander is nog niet afgeschreven. Dan is er toch geen eerlijk speelveld, hoe klein het punt ook, maar ten principale. Op dat moment was het zo dat we nog geen keus gemaakt hadden, omdat het aantal werd nog gereduceerd. En daarmee in die zin, ja. Maar ik probeer het nog één keer. Ja. De deadline was voorbij. Ja. Eén partij verandert nog. Een andere is nog niet afgeschreven. Kan niet meer veranderen. Dan is er toch geen sprake van een eerlijk gelijk speelveld. Ik herken dat dus niet van een eerlijk speelveld. Dus in die zin, ja. Dan even tot slot. Uiteindelijk wordt in mei het contract getekend. Ja. Wanneer had u nou eigenlijk het contract willen tekenen, gelet op die deadline april 2007, wanneer de treinen moesten gaan rijden? Volgens mij was dat we hebben het contract getekend mei 2004. Ja. En volgens mij was in eerste instantie de opzet eind 2003. Oké. Dus daar kwam eigenlijk al een tijdsdruk helaas naar voren. Ja. Oké. Dank u wel. Ik sluit hiermee dit verhoor. Dank u wel.